Je hebt een geldsysteem en dat geldsysteem wordt op een gegeven moment aangepast. Monetaire resets zijn eigenlijk van alle tijden. En ik wist uit het verleden dat het stapelen van schulden leidt altijd per definitie tot uiteindelijk een grote schuldsanering. En dat noemde ik dan een reset. Er zijn twee belangrijke kernproblemen. Het eerste is dat er veel te veel schulden zijn opgebouwd. Mm-hmm. Amerika kan niet langer de hoeder zijn van de wereldreservemunt. Er moet een aanpassing komen in het systeem. En hoe minder gedekt het geld is, en tegenwoordig is al ons geld echt ongedekt, hoe korter het systeem kan blijven bestaan. Ja. En daarom komt het sommige partijen nu ook uit. Niet om corona te plannen, want daar geloof ik niet in. Mm-hmm. Maar wel om corona, om de crisis iets groter te maken. Ja. Ja, dat, de 21% van alle dollars is dit jaar gecreëerd. Autoriteiten kunnen het niet hebben over plan B, zolang we in plan A zitten. Want als ze het over plan B gaan hebben, dan vertrouw je plan A niet meer. Mm-hmm. Dus ik was erg verbijsterd en gechoqueerd dat het IMF zegt dat er een nieuw Bretton Woods moment is gekomen. Ja. Ik was verbijsterd dat World Economic Forum met de Great Reset komt. Wie zijn de elite dan? Dat zijn, zoals Prins Bernard dat ooit zei, het gaat om 3000 families in deze wereld. We weten van Christine Lagarde dat ze tegen de werkgroep bij de ECB heeft gezegd, dat heb ik uit mijn Omviv conference call gehaald, make sure you're ready soon. Daar leef ik van mensen die dan op hoog niveau, die ze af en toe iets eerlijks laten vallen, wat eigenlijk een soort kernzinnetjes zijn. En hij verwees naar de Libra. Ja. En zette daarbij iedereen op het verkeerde been, want mensen gingen denken. Jij snapt dit soort dingen, dus wat er dan ontstaat. Wow. Een ounce zilver is $22. Ik ben ervan overtuigd dat die ounce zilver 10 keer zoveel waard wordt binnen een decennium. Welkom bij een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en ik ben vandaag onderweg naar een hele bijzondere gast. Ik ben namelijk onderweg naar de eerste gast van dit seizoen. Je hebt het natuurlijk al in de titel gezien. Je hebt erom gevraagd. Dat is Willem Middelkoop. En ik heb er onwijs veel zin in. Want met Willem gaan we het hebben over de Great Reset. Sinds zijn eerste komst hier in Madelon Navigeert is er veel gebeurd. Het IMF heeft een bizarre aankondiging gedaan omtrent de noodzaak van de Great Reset. Willem noemde die term al in zijn boek. Toen noemde hij het de Big Reset. Vandaag zetten we uiteen wat het verschil is tussen die twee. Ook bespreken we wat we nou kunnen verwachten van die reset. Hoe lang zo'n reset duurt en wat dat betekent voor jou. Voor jou als burger, voor jou als werknemer, als ondernemer. En of je nou veel of weinig geld hebt, hoe je je geld het beste uiteen kan zetten, hoe je je vermogen en in ieder geval je koopkracht kan behouden. En het liefst natuurlijk wat meer van kan maken. Maar dat in de basis gaan we vandaag bespreken. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. Zoals je waarschijnlijk al wel ziet aan de lach op mijn gezicht. En ik ga snel naar Willem. Dus rij gezellig met ons mee. En ik wens je een hele fijne rit. Doei doeg! Hallo Willem! Ja, wat leuk om terug te zijn. Ja, daar ben je weer. En een 7-serie dit keer. Ja, kijk, dan voel ik mij thuis. Ja, is dat zo? Ah, kijk maar achter je. Ja, je bent een fan hè, van BMW. Ja, en ik heb heel veel BMW 7-serie. Of heel veel BMW's in de 7-serie gehad. Ik heb me deze keer een beetje voorbereid. Want ik weet nog dat jij de vorige keer vroeg, wat zit er onder de motorkap? Dus ik heb en de hoeveel jongens airbags heeft hij? Ik heb de heren van Story Waardenburg eventjes gebeld. En ik heb gevraagd, wat zit er eigenlijk onder die motorkap? Laat mij raden. Een 6-cilinder met 2 turbo's. Benzine aangevuld met een hybride aandrijflijn. Je hebt het helemaal goed. Er zit 300 pk onder. Dus het is niet zo heftig als die van jou. Maar ik heb begrepen dat je er een uurtje prima in kunnen vertoeven. Top. Nou, daar gaan we, Willem. Ja, ik heb voor het eerst van mijn leven, ik koop ze altijd tweedehands,
Maar ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb voor het eerst van mijn leven het aangedurfd om het tweedehands met heel veel korting het topmodel te kopen. Een 12-cilinder. En was je er blij mee achteraf? Ja. Geen goede investering. Ja, nee, maar weet je wat het leuk is? Dat weten veel mensen niet. Je koopt eigenlijk twee auto's in één. Mm-hmm. Want als je hem op comfortstand zet, wat jij nu ook hebt, dan kan je oma ermee boodschappen laten doen. Dat is heel rustig. Klopt. Zet je hem in de sportstand, dan komen er 604 pk's die gaan brullen. Het uitlaatsysteem wordt anders en dan is het echt een sportauto. Ja, je vliegt over de weg. Ja, en dat is met die 12-cilinder echt... Die gaat ook anders klinken. Dus het uitlaatsysteem wordt dan veranderd. Er gaan kleppen open of zo. Ik weet niet hoe dat werkt. En ja, ik ben natuurlijk ook zo'n jongetje die eigenlijk altijd nog eens een keer Aston Martin wilde hebben of zo. Maar ik zie dat heel veel wat er van rijke oude vrienden doen. En dan op een gegeven moment wordt dat toch weer ingeruild, want het is zo onhandig. Ja. Wij kunnen daar ook niet uitkruipen. Weet je, een auto ligt veel te laag op de weg. Ja. Dus ik heb het nu maar op deze manier opgelost. Nou, gelukkig. Nou, het komt ook echt bij een vriend. Ik kom veel in Zwitserland. Ja. En ik heb daar een vriend, een Zwitser, en die heeft een hotel, zo heb ik hem ook leren kennen. En die heeft al sport dat hij op zondagochtend heel vroeg opstaat om dan hard over bergpassen te rijden. En dat doe ik ook al jaren. Fantastisch. Ik heb jarenlang mijn gezin met het vliegtuig naar Zuid-Frankrijk laten gaan. En dan ging ik zelf met de auto om dan op die manier, ochtends vroeg inderdaad, om 5 uur bergpassen te nemen. En, maar hij had een auto met 500 pk, dus ja, daar moest ik natuurlijk overheen. En was het wat? Nee, dat is heel leuk. Dat ja, is heel ja leuk. Precies. Dat is heel nou, leuk. En nu vandaag doen we het even in de oma-stand, want ik moet een beetje multitasken. Ja, we hebben het ja nog... doe vooral rustig aan. Ja, dat komt helemaal goed. Vorige keer had ik trouwens een boete, dat heb ik helemaal niet verteld. Oh, ik reed 3 kilometer te hard. Oh, maar goed, vandaag doe het dus even. Die wil ik wel voor je betalen, want je hebt een aantal klanten opgeleverd bij ons. Hartstikke goed. Ik heb heel veel leuke berichten gehad van volgers en kijkers naar aanleiding van het vorige gesprek. Dus dat is echt... heel erg tof dat we dat teweeg gebracht hebben samen. En ik denk dat er genoeg ruimte is om over deze onderwerpen nog wat meer de diepte in te duiken. Ja, ik had nooit gedacht dat we nog een keer hier zouden zitten. En dat er zo snel het een en ander zou veranderen. Ja. De Great Reset is aangekondigd. En ik denk dat we daar vandaag de diepte in moeten. Ja, mag ik heel kort dat inleiden ook? Ja, sorry, dan gaat te veel praten. Maar zeker niet. Er gebeurde opeens heel veel, hè, met de IMF die een Bretton Woods moment aankondigde en van alles en nog wat. En ik kijk zo af en toe jouw video's en toen zag ik dat je dat begon te duiden. En ging je naar de website van het IMF om uit te leggen waar de Great Reset over ging. En ik kon er helemaal niks mee. Nee, en dat snapte ik heel goed, want dat wordt altijd verborgen achter een rookgordijn en er wordt gesproken over inclusiviteit en over het milieu. Maar wat ze echt van plan zijn, zeggen ze natuurlijk niet. Nee. Dus toen heb ik je opgebeld, ik hoop dat ik het mag zeggen, van goh Manon, ik wil heel graag het een keer uitgebreid met je, liefst op camera, over hebben wat volgens mij nu precies het verhaal is achter die reset. Ja. Want ik weet zelf niet eens precies wat er gaat gebeuren. Ik heb me daar wel 10 jaar lang in verdiept. Hè? De Big Reset kwam uit in 2014. Dus heb ik geschreven in 2013. Ja. Toen wisten we nog heel veel minder. En nou, gelukkig heb jij gezegd van, nou goed, dan gaan we dat nog een keer doen. Ja, misschien goed om te beginnen bij het geschiedenisverhaal. Je zei net, ik schreef de Big Reset. Maar daarvoor, daar ging al een heel groot stuk aan vooraf. Ja, sowieso in mijn leven, maar waar ik eigenlijk achter kwam, en Jim Rickards heeft mij daar heel erg bij geholpen. Mm-hmm. Die heb ik maar 1 keer zelf gesproken, maar ik heb al zijn boeken gelezen en hij heeft me eigenlijk heel erg als een soort mentor geleerd, eigenlijk met zijn boeken, dat monetaire resets zijn eigenlijk van alle tijden. En wat bedoelen we met een monetaire reset? Je hebt een geldsysteem en dat geldsysteem wordt op een gegeven moment aangepast. We hebben in Nederland gehad het tientje van Lieftink. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. De zwarthandelaren waren allemaal heel rijk geworden. Hadden veel cash geld. En toen bedacht de overheid, we gaan gewoon een nieuw geldsysteem als het ware invoeren. Het oude geld is waardeloos. Iedereen kreeg een tientje van minister Lieftink van Financiën. En daarmee werd een nieuw systeem gecreëerd. Hetzelfde hebben we in 1944 gezien internationaal. Bretton Woods conferentie. Amerika heeft de oorlog gewonnen. En zegt, we stappen af van de goudstandaard. We gaan naar een dollar goudstandaard. De dollar blijft nog gekoppeld aan goud, maar jullie kunnen van het goud af. Nou, dat werkte tot 1971. Toen moest Amerika die belofte verbreken. Kregen we opnieuw eigenlijk een monetair reset, waarbij eigenlijk alle valuta fiat werden. Volstrekt ongedekt. En nu komt de tijd om naar een nieuwe monetair reset te gaan. Nou, dat voelde ik aan, omdat na de crisis
van 2008, hè, na het omvallen van Lehman, duidelijk was dat we niet heel veel meer zo lang verder kon. Ik ben daar verder in gaan verdiepen. Ik heb daar een boek over geschreven in 2013-14. Maar dat is geen rocket science om te spreken over een monetaire reset. Alleen het heeft nog heel lang geduurd. En nu opeens komt het aan de oppervlakte en vraagt iedereen zich af, maar wat wordt er dan precies mee bedoeld? Ja, precies. Want jij zag dit dus al veel eerder aankomen. Ik kan me herinneren dat jij in 2000 al bezig was met wat er eigenlijk misging. Hè? De fundamentele problemen die een beetje naar de oppervlakte kwamen drijven. En in 2007 publiceerde je dus het eerste boek daarover, Als de dollar valt, als ik het goed heb. Ja, en dat was eigenlijk een aankondiging van dat er een grote crisis zou moeten komen in het financiële systeem, omdat er te veel schulden aan het stapelen waren. Maar dat had dus nog niks van doen met een reset. Dat had gewoon gewoon te maken met het feit dat er fundamentele problemen onder het systeem lagen die jij signaleerde. Het was een steeds groter wordende schuldenberg. En ik wist ik zeg altijd, ik ben een student van de monetaire geschiedenis. Mm-hmm. En ik wist uit het verleden dat het stapelen van schulden leidt altijd per definitie tot uiteindelijk een grote schuldsanering. En dat noemde ik dan een reset. Ja. En ik vond de reset gewoon een prachtig woord. Bijna niemand gebruikte dat. Ik vond de big reset heel mooi klinken. En de grap was dat niemand die term gebruikte toen. Mm-hmm. Maar waarom was die reset volgens jou nodig? Omdat we dus bezig waren steeds meer schulden te stapelen. En als je iets bouwt, als je een bouwwerk bouwt, elke kleuter weet het, je stapelt blokken. Op een gegeven moment wordt die stapel te instabiel, stort het in. Ja. Zo geldt het voor alle systemen, hè, natuurkundig, bouwkundig. Wil jij een Eiffeltoren bouwen, moet je dat heel goed berekenen. Dan moet je met een grote brede basis beginnen om uiteindelijk die top te kunnen bereiken. Nou, dat is in het financiële systeem ook zo. Dus als je in een systeem zit waarbij je schulden gaat stapelen en een crisis van te veel schulden op gaat lossen door nog meer schulden te creëren, dan weet je met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat dat in gaat storten. Dus het is niet zo moeilijk. Als je de historie kent, mm-hmm. mensen denken dan dat je een soort helderziende bent, dat je glazen bol hebt. Maar dat is dus gewoon niet zo. Het is een wetmatigheid dat een instabiel systeem gaat instorten. En het enige wat autoriteiten kunnen doen is zoveel mogelijk stijgers er op een gegeven moment omheen zetten. Mm-hmm. Zoveel mogelijk verband eromheen doen om het nog aan de gang te houden. En het was heel duidelijk na de val van Lehman dat we bezig waren met een soort noodoperaties om dat gebouw, dat kaartenhuis, dat kredietkaartenhuis overeind te houden. Ja. En dan weet je dus ook, dat is de laatste keer dat we dat kunnen doen. De volgende keer zullen we echt hele grote ingrepen moeten doen. Schuldsaneringen, andere wereldreservevaluta. En die stappen, dat noem ik een monetaire reset. En betekent dat dan ook dat we vaker een monetaire reset gezien hebben? Dat resets iets zijn van alle tijden? Ja, van alle tijden. Waarom is dat zo? Kijk, dit is iets wat voor mijn generatie compleet nieuw is. Wij hebben dit nog nooit eerder meegemaakt. En jij hebt je natuurlijk hier jaren in verdiept. Ja. Waarom is het zo dat zo'n reset vaker plaatsvindt? Nou, kijk, er zijn in de geschiedenis monetaire systemen geweest die al 1000 jaar hebben bestaan. Ja. Het Ottomaanse Rijk, waar de gouden bezant eigenlijk, de gouden munt de kern van was, dat heeft 1000 jaar bestaan. Ja. Zonder problemen. Het Romeinse Rijk heeft 100 jaren bestaan. Zonder problemen. Mm-hmm. Maar als je een ongedekt geldsysteem hebt, een fiat geldsysteem, er is niet één voorbeeld in de wereld van een fiat geldsysteem dat langer dan, 100, 200 jaar heeft bestaan. En hoe minder gedekt het geld is, en tegenwoordig is alles geld eigenlijk ongedekt, hoe korter het systeem kan blijven bestaan. Ja. En dat betekent dan dus ook dat eens in de hoeveel jaar er een reset 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar. En ook als je kijkt naar de meer recente geschiedenis, over welk land de wereldreservemunt in handen had, wie het de leider was van een wereldwijd rijk, dat is eigenlijk elke 70, 80 jaar veranderd. Mm-hmm. De Britten hadden het Britse Rijk. Dat duurde zeg maar tot 1914. Toen was een overgangsperiode, werden de Amerikanen de baas, rond 1944, 1945. Ja.
Dat duurt nu 70, 80 jaar. En in de historie weten we dat we altijd na zo'n soort periode, 60, 70, 80 jaar, weer een herziening eigenlijk krijgen van de monetaire orde. Ja. En mensen denken ook altijd bij geld, hè, heel binair. Geld werkt of geld werkt niet. Mm-hmm. De pinautomaat doet het of doet het niet. Maar een monetair systeem kan je aanpassen. Je kan nieuwe afspraken met elkaar maken. Kijk, wat mensen altijd vergeten is dat je een financieel systeem kan je aanpassing in doen. Dus het is niet een binair systeem met de banken zijn open of de banken zijn dicht. Je kan als een systeem, als een financieel systeem onder druk komt, kan je af gaan spreken met bijvoorbeeld de belangrijkste landen of handelspartners in de wereld, dat je het systeem gaat aanpassen. Mm-hmm. En die aanpassingen doorvoeren in een financieel systeem is iets wat we dus heel vaak al hebben gedaan. Het is in 71 gebeurd, het is in 44 gebeurd. De wereldreservemunt was ooit in de handen van Nederlanders. Daarna werden het de Spanjaarden, daarna de Britten. En elke 70, 80 jaar, dus eigenlijk één keer per generatie, zie je dat veranderen. En met de Big Reset doelde jij dus op dat die aanpassing noodzakelijk was om ons monetair systeem te laten blijven wat het is. Of te laten groeien. Te laten evolueren eigenlijk. Hè? Te laten overgaan naar een volgende fase. Je moet het zien als fase. Ja. Dus je gaat over naar een volgende fase. Alleen die fase, overgang, dat is net als wat je in de biologie ziet of zo, een rups die een vlinder wordt, dat gaat gepaard met grote schokken. Dan gaan er wel een paar dingen echt veranderen. Ja. Dan moet bijvoorbeeld het hele pensioensysteem genationaliseerd worden. Of de banken moeten genationaliseerd worden. Mm-hmm. Misschien moeten alle hypotheekschulden wel een keer worden weggestreept. En dan gaan we gewoon de huizen nationaliseren. Ja. Iedereen mag blijven wonen waar hij woont. Je schuld is weg. En je hoort nu dus met de plannen die opduiken van het World Economic Forum en van het IMF, dat er wordt gesproken over schuldsaneringen. En dan krijg ik ook mailtjes van: Willem, hoort mijn huis, hypotheekschuld daar ook bij? Mm-hmm. Hoort mijn studieschuld daarbij? En ja, dan zeg ik altijd van ja, dat weet ik nu nog niet. Want dat moet blijken in met wat voor voorstellen centrale bankiers en overheden straks gaat komen. Want even concreet, wat is daadwerkelijk het fundamentele probleem, of wat zijn de problemen van het monetair systeem zoals we die nu kennen, die we in 2008 al hadden, die nu nog steeds aan de oppervlakte drijven, die eigenlijk nooit opgelost zijn? Er zijn twee belangrijke kernproblemen. Het eerste is dat er veel te veel schulden zijn opgebouwd. Mm-hmm. Omdat we geld hebben losgekoppeld van goud, er geen begrenzing meer was aan hoeveel geld er kon worden gecreëerd, is dat sinds 1980, dus 9 jaar nadat de dollar werd ontkoppeld van goud, is er eigenlijk een soort nieuwe financiële revolutie gekomen. En met name sinds 1980 is de rente gaan dalen van een heel hoog niveau naar bijna nul. Mm-hmm. En daardoor hebben we steeds meer krediet kunnen creëren. En dat voelde goed en daardoor gingen de huizenprijzen stijgen. Maar dat heeft ervoor gezorgd nu dat die schuldenberg te groot is geworden om aan te kunnen. Dat is probleem 1. Ja. Dus er moet een schuldsanering komen. De schuldenberg is te groot, dat is waar het op neerkomt. Ja. En zolang je niet overgaat tot schuldsaneringen, dan ga je dus door met het stapelen van schulden. Mm-hmm. En dan wordt dus de noodzaak voor toekomstige schuldsanering alleen maar groter. Ja. En we hebben nu dus het punt bereikt dat ik kon dat 7 jaar geleden al voorspellen in het boek. Dat is niet zo moeilijk als je deze achtergrond kent. Ja. Maar we zijn nu op het punt gekomen dat het niet langer valt te ontkennen. Dus ze konden 7 jaar lang roepen, die Willem is gek, het loopt zo vaak niet. Maar nu opeens beginnen ze te praten over, er moet een schuldsanering komen. Heb jij eigenlijk ooit getwijfeld daaraan? Of je misschien toch gek was? Nee. En dat is heel raar. Ik weet nog in 1999, toen was ik er hier nog maar kort mee bezig. En ik had zelf net een huis gekocht buiten Amsterdam. Ik had vrij veel met huizen al gedaan in Amsterdam. Ja. Redelijk het systeem al een beetje. Ja, de hoofdlijnen van het systeem begreep ik. En ik weet nog dat ik thuis riep tegen mijn vrouw van, ik snap het systeem. Ik snap hoe het werkt. En toen keek zij mij meewarig aan zoals een vrouw alleen naar haar man kan kijken. En riep van, jij denkt zeker dat jij slimmer bent dan de rest. Ja. Ja, maar goed. Oh, wat tof. Ja, dat is tof om te horen. Oké, even terug dus naar dat concrete probleem. We dwaalden even af. Ja, maar dat was het eerste probleem. Er is nog een groot probleem. Precies, er is nog een probleem. Een tweede grote probleem. Dus los van die schuldenberg hebben we het probleem dat we een wereldreservemunt hebben. Er is altijd een centrale munt in het financiële systeem. Dat is de dollar, sinds 1944. Toen de Lehman Crisis, toen de kredietcrisis uitbrak, die er ook redelijk goed aan
kon zien komen, omdat het duidelijk was dat er steeds meer excessen kwamen in het Amerikaanse systeem. Toen werd duidelijk dat het hele Amerikaanse businessmodel begon te kraken. Wat was het Amerikaanse bedrijfsmodel? Wij hebben de dollar, de rest van de wereld heeft die dollars nodig. Wij kunnen hem als enige creëren. Wij worden rijker ten koste van de rest van de wereld. En onze banken, de Wall Street banken, gaan de wereld zoveel mogelijk gebruiken en uitpersen om zoveel mogelijk naar Amerika te laten vloeien. Nou, ja. Daar ontstond een crisis in. En toen die crisis ontstond, waren de grote landen, China als belangrijkste voorbeeld, die onmiddellijk riepen, nu hebben jullie te bond gemaakt, Amerika. Jullie hebben al een groot voordeel dat je die wereldreservemunt hebt, dat wij de olie in dollars moeten betalen. Maar als je dat niet op een nette manier kan managen, dan zeggen wij het vertrouwen eigenlijk op in de dollar. En als je nu analyseert, en daar gaat mijn boek ook over, in 2008 zegde China eigenlijk het vertrouwen in de dollar op. Mm-hmm. Ze hebben dat publiekelijk gedaan door een groot stuk erover te schrijven. De Chinese bankpresident, ik citeer dat uitgebreid in The Big Reset. Ik citeer het ook uitgebreid al in Als de dollar valt, wat rond die tijd eruit kwam. Dus de Chinezen zeiden in feite tegen de VS, wij ondersteunen dit systeem niet langer. Mm-hmm. En daarmee wist ik ook dus dat we in de laatste fase waren aangekomen van dit dollarsysteem. Nou, dat gebeurde toen allemaal nog een beetje op de achtergrond. Maar konden ze, even naar de Chinezen, wat konden ze dat überhaupt? Ze konden dat wel zeggen, maar uiteindelijk was de oliedollarkoers, dat was degene die bepaalde, of de Verenigde Staten bepaalde nog steeds, dat de olie in dollars afgerekend werd. Dus dan kunnen ze wel zeggen, we zijn het hier niet mee eens, maar... Maar Amerika heeft altijd een begrotingstekort. Mm-hmm. En dat begrotingstekort moet gefinancierd worden. En hoe doe je dat? Door het verkopen van staatsobligaties. Mm-hmm. En wie kocht die staatsobligaties? De Chinezen, onder andere. Dus China financierde Amerika. Precies. Dus Amerika had een hele grote mond. En die dacht dat ze de hele wereld kon opleggen wat er met het financiële systeem moest gebeuren. Maar als jij geld moet lenen bij de Chinezen, en de Chinezen zeggen, wij zijn het er niet langer mee eens, wij willen jullie niet meer financieren, dan heb je een groot probleem. Ja. En er was ooit een Amerikaans congreslid, die ging op een werkbezoek naar China. Dat was in 2009 of 2010. En ik quote hem in mijn boek. En die zegt, die komt terug in Amerika en die zegt in het congres, ja, de Chinezen hebben onze creditcard doorgeknipt. En kijk, dat zijn van die, daar leef ik van. Mensen die dan op hoog niveau, die ze af en toe iets eerlijks laten vallen, wat eigenlijk een soort kernzinnetjes zijn. Ander voorbeeld is, toen ik begon te verdiepen in dit systeem, was 2003, 2004. En toen heb ik de man bij de Nederlandse bank uitgenodigd die verantwoordelijk was voor het Nederlandse goud. Het zit in Frederiksplein, naast het Amstel Hotel. Ik heb hem gewoon uitgenodigd voor een lunch in het Amstel Hotel. Nou, dat zijn allemaal hele nette kerels, die komen gewoon als je uitnodigt voor een lunch. En toen zei ik, we kunnen toch niet onbeperkt doorgaan met het stapelen van schulden. En toen zei hij, nee Willem, ooit ploft de boel. Ja. En toen wist ik niet wat ik hoorde, weet je. Ik had vertrouwen in het systeem, ik had vertrouwen in bankiers. En als iemand dan tegen je zegt, ja Willem, ooit... Dan schrik je rot. Ja. Nou, daar zijn mijn boeken nou uit voortgekomen. Omdat ik dacht van, nou wil ik ook weten hoe het zit. En wat ploft er dan? En wat zijn dan de gevolgen? En wat kan ik zelf doen om ervoor te zorgen dat ik daar geen schade van ondervind. Dat je er tegen beschermd bent. En nog sterker, dat ik eraan kan verdienen. Want ik durf eerlijk toe te geven dat ik ben ook gewoon een opportunistische speculant. En als ik weet dat het fiat geld minder waard wordt, dan weet ik ook dat goud, zilver of nu bitcoin meer waard gaat worden. Dus dan ga ik daarin mij positioneren. Ja, daar gebruik van maken. Nou, daar is mijn fonds uit voortgekomen. Want ik ben na gaan denken, hoe kan je nou op de allergoedkoopste manier goud accumuleren? Mm-hmm. Dat is eigenlijk door nu goud te vinden in de grond, wat nog bijna niks waard is. Ja. Nou, dat is dus wat wij doen. En nou, dat is een verklaring voor wat mij drijft. En nog eventjes terug, want we hebben dus nu die twee kernproblemen. Het eerste probleem was te veel geldcreatie. En te veel schuld dus, precies, daardoor. Precies, te veel schuld. Het financieren van schuld met nog meer schuld. Ja. En we hadden dus dat probleem waarvan China zei, we doen niet meer mee. Amerika kan niet langer de hoeder zijn van de wereldreservemunt. Er moet een aanpassing komen in het systeem. Ja, hoe wij olie afrekenen, hoe wij koper afrekenen. Ja. Dus dat is het wereldreservemuntprobleem. Ja. En
dat wordt nu heel interessant, want het is heel lang de vraag geweest hoe we dat op gaan lossen. Mm-hmm. Wordt het de euro? Wordt dat de opvolger van de dollar? Nee, dat kan niet. Euro is niet sterk. Europa is niet sterk genoeg. Die euro bestaat nog niet lang genoeg. Nou, allemaal redenen waarom het de euro niet kan worden. Wordt het dan de renminbi, de Chinese munt? Ja. Nee, kan ook niet. De Chinese economie is nog niet voldoende. De kapitaalmarkt is niet voldoende ontwikkeld. Mm-hmm. Het is niet een voldoende vrij economisch systeem. Er zijn allemaal capital controls. Je mag je geld niet uit China Misschien brengen. Misschien een rare vraag, maar waarom hebben we überhaupt een wereldmunt nodig? Ja, dat is, vroeger hadden we dat ook niet per se, als je echt teruggaat. Alleen als je in een wereld terecht bent gekomen, wat eigenlijk een dorp is geworden, waar je heel veel met elkaar handelt, dan is het wel handig dat je allemaal dezelfde munt gebruikt. Ja. Dus je kan in theorie allemaal verschillende munten gebruiken, maar bijvoorbeeld om de grondstoffen in te prijzen. Mm-hmm. Ja, als je wil weten om de bitcoin in te prijzen, moet je voorstellen dat elk land zijn eigen waardering daarvoor gebruikt, zijn eigen munt. Dat is niet handig. Nee. Dus het is gewoon handig om een wereldreservemunt te hebben, maar het hoeft niet per definitie, nee. Okay. Je hoeft ook geen centrale bank te hebben. Er zijn heel veel voorbeelden uit de wereld dat er geen centrale bank was, dat er alleen private banken waren. Dat heeft tijden heel goed gewerkt. Alleen op een gegeven moment kwam je erachter dat het is misschien toch wel handig om een centraal beleid te hebben. Mm-hmm. Maar die centrale banken die zijn een beetje te machtig geworden. En wij doen nu net alsof dat de goden van deze tijd zijn, hè, de centrale bankiers. Het zijn eigenlijk de alchemisten van deze tijd. En we doen alsof die goud uit het niets kunnen maken. Maar goed, die alchemisten die zijn alleen maar bezig met rookgordijnen en allerlei prachtige abstract taalgebruik ons continu met een kluitje in het riet te sturen. Mm-hmm. Want in feite blijkt nu dat de keizer geen kleren aan heeft, dat de rijke landen eigenlijk de arme landen zijn, omdat de schuldenstapeling zo groot is geworden. Amerikaanse staatsschuld was 10.000 miljard in 2000, is nu 27.000 miljard. Dus dat is de verdubbeling in de staatsschuld die we nu de laatste paar jaar hebben meegemaakt, dat is een grotere staatsschuld dan we de eerste 200 jaar voor nodig hebben gehad om dat op te bouwen. Ja. Nou, de 21% van alle dollars is dit jaar gecreëerd. Ja. Dus we bereiken nu het punt. En dus dit is het maximum. Het is bijna niet meer verder rekbaar. Juist. En dat verklaart ook, en dat is wat ik dus in de Big Reset al voorspelde. Ik heb letterlijk opgeschreven. Bankiers en politici gaan door alsof ze onbeperkt dit systeem kunnen laten voortbestaan. Ja. Maar op een gegeven moment gaat de realiteit ze dwingen om te bekennen dat we zonder grote schuldsanering en aanpassingen dit niet meer voor kunnen laten bestaan. En ik wist nog niet welke crisis ze daartoe zou dwingen. Mm-hmm. En de coronacrisis is nu de crisis geweest die dit allemaal in een stroomversnelling heeft gebracht. Dus eigenlijk geven ze toe dat het systeem niet langer meer op te rekken valt. Juist. En daarom gaan ze nu de woorden gebruiken die ik 7 jaar geleden al durfde te gebruiken. Ja. Dat er een big reset nodig heeft. Was jij 7 jaar geleden te vroeg met jouw aankondiging dat het dollar mogelijk zou vallen? Nee. Of dat er een reset aan zat te komen? Nee, want het enige wat ik heb gedaan is zo eerlijk mogelijk beschrijven tot welke conclusie ik was gekomen. Ja. Omdat ik het voor mezelf wil weten als mens, maar ook als belegger. Ja. En ik wil dat andere mensen daarvan ook deelgenoot kunnen worden. Mm-hmm. En daarom schrijf ik een boek. En ik probeer niet precies te timen wanneer dat gaat gebeuren. Ik zeg alleen, het is mijn analyse dat rond 2020, ik heb letterlijk geschreven, rond 2020 gaat dit systeem vastlopen. Ja. Ik wist niet door welke crisis, kon corona niet voorspellen, maar als het corona niet was geweest, was het iets anders geweest. Mm-hmm. En de vorige keer hebben we gesproken over de repo crisis, de crisis in het Amerikaanse systeem. Het Wall Street systeem, die eigenlijk al op wees dat er een probleem kwam over de financiering van de Amerikaanse tekorten. Ja, in september 2019. Ja, dat was voor corona. Dus zonder corona was dit ook gebeurd. Alleen nu door corona, en nu wordt het heel interessant. Want centrale bankiers en politici, die willen altijd voorkomen dat ze de schuld krijgen. Dat mensen zeggen, jullie hebben dit systeem helemaal uit de hand laten lopen. Door jullie is het fout gegaan. Ja. Dus ze zoeken altijd, ze wachten tot er een externe crisis is. Een natuurramp, een oorlog of zoiets als corona. En dan kunnen ze zeggen, het ging allemaal goed. Maar nu door corona gaat het opeens helemaal fout. Ja. Zonder corona hadden we niet zoveel hoeven te lenen. Het is de schuld van corona. En daarom
komt het sommige partijen nu ook uit. Niet om corona te plannen, want daar geloof ik niet in. Mm-hmm. Maar wel om corona, om de crisis iets groter te maken. Ja. Het is nu niet in hun belang te zeggen, nee, die crisis valt wel mee. Het is nu in hun belang te zeggen, dit is zo'n enorme crisis. En nog sterker, het World Economic Forum heeft het letterlijk op haar website staan. De president en oprichter van het World Economic Forum zegt op zijn website, there's a small but closing window to bring great changes to our economic system. En de president van het World Economic Forum geeft dus in feite toe dat er nu een heel korte tijd is. Dat is eigenlijk de tijd tussen de crisis waar we nu in zitten. En dat de crisis is opgelost doordat iedereen is gevaccineerd. Mm-hmm. En die 6 tot 9 maanden moeten ze nu gaan gebruiken. Kunnen ze nu gaan gebruiken om door corona de schuld te geven. Hele grote herzieningen uit te voeren. Die toch nodig waren geweest. Maar waar zij anders zelf de schuld van hadden kunnen krijgen. Dat bedoelen ze dus met die close window. Ja, dat window is closing. Dus economen hebben een eigen taalgebruik. En als je dus hebt over de architectuur van het financiële systeem, internationaal financiële systeem, dan noemen centrale bankiers dat de rules of the game. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort codewoorden dat de mensen die er verstand van hebben, die weten dan, oh, we hebben het nu over dat we de regels van het financiële systeem gaan aanpassen, de rules of the game. En als ze het hebben over closing window, dan bedoelen ze eigenlijk altijd mee dat er nu de tijd is, een korte tijd, dat je iets belangrijks kan gaan uitvoeren. Maar dat je daar die korte tijdspannen voor moet gebruiken. Omdat de omstandigheden, door bijvoorbeeld een crisis gegeven, jou nu de mogelijkheid geven om dat te doen. Hè? Ja. Winston Churchill zei ooit al, never waste a good crisis. Mm-hmm. Dus crisis zijn geweldig voor machthebbers. Ja. Want in crisis zijn mensen afgeleid. Een ander mooi voorbeeld. We hadden de grote coronacrisis. Wat deed China in Hongkong? Nieuwe veiligheidswetten er doorheen jagen. Niemand. Iedereen was bezig met corona. En binnen 3 weken was het systeem wat ze in China kenden. Hè, one country, two systems. Hongkong had een apart systeem. Gewoon van tafel. Ja. Dus een crisis. Als je machthebber bent, dan ben je heel blij als er een crisis is. Dan kan je grote veranderingen doorvoeren. En zo werkt het nog helemaal. Ik wil nog eventjes met je terug hoor. Want we hebben dus nu die 2 problemen geschetst. En vanuit daar concludeer jij dat die problemen er nog steeds liggen. En niet alleen jij concludeert dat, maar ook het Internationaal Monetair Forum, het IMF. We hebben de Bank of International Settlements gezien. We hebben een tal van verschillende partijen gezien die hier over eens zijn. Hè? Precies, die het hier over eens zijn. Maar jij schetst dat het ging over de Big Reset en niet de Great Reset, zoals het nu overal wordt genoemd. Ja. Wat is het verschil daartussen? Ja, dat... Kijk, we hebben het eigenlijk allebei over hetzelfde. En door die term de reset te gebruiken, wat gelukkig nu dus een ingeburgerde term is geworden, daarmee bedoelen we hetzelfde. Er zijn grote aanpassingen nodig in het systeem. Ja. Ik focuste met mijn boek op het financiële systeem. Al mijn boeken gaan over het... als ze niet over olie gaan, dan hebben we het over energiesysteem. Maar bijna al mijn boeken gaan over het financiële systeem, het monetaire systeem. Ja. Dus als ik het over een reset heb, heb ik het over financieel-economische herziening die nodig is. Nou, het World Economic Forum en het IMF zijn het daar mee eens. Maar wat die doen, en dat is eigenlijk heel slim. En daar had ik niet op gerekend. En wat ze eigenlijk hebben gedaan is, door corona is er nu zo'n grote crisis. Mensen zijn zo ook in paniek. Ja. 60% van de bedrijven heeft het moeilijk. Heel veel mensen hebben geen baan. Dat ze waren al bezig... De autoriteiten, de elite, ze waren al bezig met green bonds bijvoorbeeld. We gaan een nieuwe manier van financieren verzinnen om het klimaat te helpen. Mm-hmm. En wat ze nu eigenlijk hebben gedaan, is een hele hoop problemen op een hoop gegooid. En gezegd, we gaan nu de coronacrisis gebruiken om een great reset voor te stellen. Yeah.
deel van die Great Reset is eigenlijk de Big Reset, het monetair, financieel, economische deel. Ja. Maar we lossen ook de klimaatcrisis op. Dat gaan we zeggen dat we dat gaan doen. Jazeker. We gaan de ook Green Bonds, bijvoorbeeld. Ja, we gaan ook de diversiteit gaan wij stimuleren. Inclusiviteit. Precies. Als je de website erop naslaat van het IMF. Ik snapte er dus helemaal niks van. Nee, want dat zijn allemaal wollige woorden. Ja. Klinkt leuk, maar dat geeft politici en andere autoriteiten de mogelijkheid om te gaan cherrypicken. Ja. Zeggen van, maar weet je, vind je inclusiviteit belangrijk? Nou, dat gaan we nu. Ja, we moeten nu wel eventjes heel veel door wegstrepen. Heen, maar we moeten wel even de pensioenfondsen allemaal gaan nationaliseren. En ja, het wordt wel wat minder. En we gaan wel wat. En dan komt de special wealth tax. Maar jongens, middelkoop en al die anderen, die hebben allemaal heel veel kunnen verdienen aan het systeem. Dus die moeten gewoon 10-20% nu inleveren. Ja. Nou, dan roepen wij, ja, dat is ook wel eerlijk, want het is nu een grote crisis. En we willen iedereen helpen. En we hebben nu dus de mogelijkheid om met een aantal mooie buzzwords en mooie verhalen. Dit verhaal wordt dus gespind dat we door deze crisis gedwongen nu een aantal grote problemen in één keer op gaan lossen. Is dat ook zo? Ben jij het daarmee eens dat die problemen dan ook opgelost worden? Sommige problemen ben ik het. Ik ben het eens met het oplossen van sommige problemen. Ik roep al een tijdje, alle pensioenfondsen moet je eigenlijk gewoon nationaliseren. Mm-hmm. Die 7% rendement per jaar gaan ze niet halen. Daardoor moeten ze allemaal hele rare trucs uit gaan halen op financiële markten. Nationaliseer nou gewoon die pensioenen. Waar heb ik bijvoorbeeld over Nederland. Als je mij gaat vragen, is het een goed idee om een paar duizend miljard in het redden van het klimaat te stoppen, dan klinkt dat fantastisch. Maar als je erover na gaat denken, blijkt dat we misschien tienduizenden miljarden nodig hebben om de temperatuur 0,1 graad minder te laten stijgen. Mm-hmm. Nou, ik denk niet dat het systeem, dat het natuurkundig zo werkt. Nee. Dus dat vind ik een slecht idee. Alleen het probleem is met politici, die er toch alles bepalend in zijn. Ja, die moeten het verkopen. En als GroenLinks een grote partij is en daar is veel aanhang en alle jongeren vinden dat het klimaat gered moet worden. Want dat is een goed doel. Wie kan het tegen zijn om het klimaat te redden of zorgen voor een beter klimaat? Ja. Kan niemand tegen zijn. Dus dan krijg je de klavertjes van deze wereld. Die denken, ik kan een grote jongen worden in de politiek. Dus ik ga roepen dat ik daarvoor ben. Mm-hmm. En zo gaat iedereen aan de haal met zo'n reset. En voordat we richting die reset gaan, nog even een belangrijk punt. Wie zijn eigenlijk ze? Want we hebben het de hele tijd over, zij zijn dit van plan, zij doen dit achter de schermen. Wie zijn ze? Ik heb geprobeerd in mijn boeken altijd duidelijk te maken, en Patronen van Bedrog was daar nog het mooiste voorbeeld van, dat er op de achtergrond altijd een constante is. Op de achtergrond van de besluitvorming van de macht is altijd de constante. Ja. En die wordt vaak aangeduid met de elite. En dat is op zich wel een goede term. Ja. Wie zijn de elite dan? Dat zijn, zoals Prins Bernhard dat ooit zei, het gaat om 3000 families in deze wereld. Mm-hmm. En dat is niet een structuur waarbij er iemand aan het hoofd staat, in de Rockefeller, die aan 100 of 1000 touwtjes trekt. Het zijn niet de Rooms-Katholieken, het zijn niet de Joden, het zijn niet, daar geloof ik allemaal niet. Het is een samenwerking van machtige krachten, machtige families, het oude geld. Ja. Europa wordt het vaak omschreven als het is de oude samenwerking tussen de oude monarchen. Mm-hmm. Dus de koninklijke families die samen met de bankiers. Ja. Want de koninklijke families hadden geld nodig om oorlogen te kunnen voeren. En daar is een soort macht uit ontstaan. En dat zie je ook als je kijkt naar wat er met de kinderen gebeurt van de Oranjes. Willem-Alexander was tot kort geleden nog commissaris bij de Nederlandse Bank. Mm-hmm. Als je ziet waar, Mabel van Oranje, die zit heel erg in die kringen. Ja. En als jij het geluk hebt of de pech hebt om iemand te ontmoeten en te trouwen met iemand die in dat systeem zit, dan word jij ook onderdeel van het systeem. Ja. Er vallen mensen uit dat systeem. Dus het is niet een. Het is iets organisch. Mm-hmm. Kun je het een beetje zien als bedrijven, als familiebedrijven die zo gegroeid zijn en die bepaalde macht hebben en dat bedrijf proberen te laten groeien, op welke manier dan ook, in samenwerking met bijvoorbeeld banken? Dat zie je in Amerika heel sterk. Als je in Amerika kijkt, wat zijn de machtige families? Die zijn dan bijvoorbeeld rijk geworden met de olie, Rockefellers. Mm-hmm.
En die krijgen dan financiële conglomeraten en die komen in contact met de bankiers. En dat, die trouwden ook veel met elkaar, die families. En die gaan naar de Ivy League universities, zijn zes universiteiten aan de Noordoostkust. Harvard, Yale. Ja, en daar is dus een heel... en als ik het heb over dus ze, de autoriteiten, de verantwoordelijken, die komen eigenlijk allemaal uit die structuren. Ja. Maar zelf, dat is een mooi voorbeeld, zelf ben ik er in feite ook een beetje ingegroeid, want ik ben de absolute outsider. Mm-hmm. Maar ik zit tegenwoordig aan tafel mee te praten bij de OMVIF in Londen. OMVIF is een monetaire denktank waar centrale bankiers en de private sector elkaar ontmoeten. Ja. En ik heb deze week een column geschreven voor de OMVIF. Maar heel eerlijk, Willem, je mag daar een column schrijven omdat jullie een beetje geld toestoppen, toch? Ja, tuurlijk. Wij zijn sponsor. Ja, precies. Maar wat ik daarmee aan wil geven is dat vroeger was ik een absolute outsider die kritiek had op de centrale bankiers. Mm-hmm. En tegenwoordig je er zelf mee? Ja, ik zit in een club waarbij ze me vragen of ik een analyse wil schrijven over de Big Reset. Ja. En dan zie je dat dat dus niet... Vroeger was ik ook veel meer als... dacht ik veel meer binair. Van dat zijn zij en wij staan daar tegenover. Of dat is de vijand. Maar ik ben daar wat... ik ben daar wat rustiger in geworden. Het is gewoon... Zo, ja, ik heb een boekje in de boekenkast staan. Dat is How the World Really Works. Mm-hmm. En ik ben er zelf echt altijd naar op zoek geweest. Van God, ik wil die wereld begrijpen. Ja. En dat doe jij ook. Tuurlijk. En dan moet je niet dogmatisch zijn. En dan moet je niet, dan moet je politieke ideeën moet je laten varen. Dan moet je gewoon heel nuchter kijken. Maar, ja, hoe maar, lopen de hazen? Even concreet hoor. Want dit betekent dus eigenlijk dat die families alles zullen doen in hun voordeel. Terwijl als we kijken maar ook naar... vaak in jouw voordeel, hè? Kijk, als het pensioensysteem moet worden hervormd. Kijk, er wordt vaak gedaan. Inderdaad, alsof de elite bezig is haar zakken te vullen. Ja, precies. Dat doen ze ook. Ja. Maar de elite heeft heel goed door... dat je in een westers democratisch kapitalistisch systeem, en daarmee hebben we dat ook, je kan het beste je zakken vullen als ondernemer. Je kan dus het meest verdienen als je ervoor zorgt dat je in een vrije democratisch kapitalistische samenleving zit waarbij het goed gaat met je burgers. Ja. In een Noord-Koreaans model valt niet zoveel te verdienen. Mm-hmm. De Chinezen zijn daar dus ook achter gekomen. Ja. Chinezen waren eerst, hè. Die dachten, we moeten de socialistische heilstaat uitroepen, net als de Russen, bleek niet te werken. Mm-hmm. Toen zijn de Chinezen die zijn gewoon heel pragmatisch geworden. Weet je wat, wij gaan die burger heel veel vrijheid geven, zolang ze niet politiek dat misbruiken. Mm-hmm. En dan krijg je wat, wat meneer Adams de onzichtbare hand noemt in de economie. Dan gaat het steeds beter, wordt iedereen veel rijker. En dan kunnen wij als elite, als ergens een rijke elite is ontstaan, is het bij de Chinese communistische partij. Ja. Dus de belangen van de elite hoeven niet per se contra de belangen van het volk te lopen. En mm-hmm. dat wordt vaak gedacht. Maar hoe kan het dan dat het toch zo fout gegaan is, Willem? Omdat de machthebbers, we zullen maar even over de elite blijven spreken. Ja. Het is nooit genoeg, dus die proberen altijd meer te krijgen. En, kan het ook een vorm van onkunde zijn? Oh, zeker. Ze kennen vaak de geschiedenis niet. Dus mensen die de geschiedenis hebben bestudeerd, die weten eigenlijk altijd wel, die gaan wel waarschuwen, dit loopt uit de hand. Maar vergeet niet, in elk systeem, of het nou een voetbalclub is, of het koor, of een politieke partij, we hebben het net weer gezien bij het Forum, krijg je dynamische groepsprocessen, waardoor op een gegeven moment dingen uit de hand lopen. Zonnekoningengedrag, er zijn geen critici. Denk je dat iemand president Xi tegen durft te spreken? Nee, dus er zitten op een gegeven moment mensen aan de leiding, die worden niet meer tegengesproken, er wordt geen spiegel meer voor gehouden. Mm-hmm. En die gaan op een gegeven moment verkeerde beslissingen nemen. Dus, en dat is ook wel mooi, je moet het eigenlijk zien als een natuurkundig systeem. Als het zomer is en de dagen worden steeds lekkerder, op een gegeven moment krijg je een soort loop waarin de aarde steeds meer opwarmt. En op een gegeven moment een hittegolf, dan krijg je een koufront en onweer en schade. Dus, zo werkt de natuur nou eenmaal. Ja. Iets begint te ontstaan, iets wordt groter, groter, te groot, instabiel. En dan krijg je altijd een klap en een correctie. En als we over de elite blijven spreken, betekent dat dan nu dat zij hun hoofd momenteel aan het breken zijn in achterkamertjes om te kijken hoe die Great Reset er de komende 6 of 12 maanden uit moet gaan zien? Want ze hebben die closed window, wat je net zei. Nee, kijk, de elite is nu in paniek. Omdat ze hebben heel lang... kunnen doen alsof dit gaan we nog heel lang volhouden.
Ze hebben er ook zelf in geloofd dat ze dat nog heel lang kunnen volhouden. Ja. Maar ze worden nu geconfronteerd met hun ambtenaren die elke ochtend zeggen, kijk eens, ABN AMRO gooit er 15% van de mensen uit. Ja. Kijk eens, 60% van de bedrijven zegt dat ze misschien het einde van 2021 niet gaan halen. Ja. Kijk eens, in dit appartementencomplex in New York is nu een leegstand van 28%. Dus het begint ze nu uit de handen te glippen. Ja. En omdat ze de macht willen bewaren. Kijk, als je de pech hebt, worden de mensen zo wanhopig en zo boos dat ze de straat op gaan en je verjagen. He? Er zijn heel veel systemen ten einde gekomen door revoluties. Nou ja, je ziet het al een beetje gebeuren. Tuurlijk. Mensen worden kwaad. Tuurlijk. De horeca wordt boos, bijvoorbeeld als we het hier in Nederland mogen betrekken. En dat is helemaal niet vreemd. We zien ook in andere landen dat er grote opstanden zijn. Maar dat komt door, als je wanhopig bent, hè, bekijk de historie van alle revoluties. Mm-hmm. We hebben de Jordaan-oproer gehad in de jaren 30 in Amsterdam. De Franse revolutie. Als mensen niets meer te eten hebben. Ja. En daarom... Je hebt niks meer te verliezen op zo'n maar moment. Daarom gaan er nu ook checks worden uitgedeeld. Daarom worden er nu checks uitgedeeld. In Amerika sturen ze iedereen checks. Om ervoor te zorgen dat de mensen rustig blijven. Maar je kan natuurlijk niet checks blijven sturen. Dat kan wel, maar dan blaas je je geldsysteem op. Ja. En waarom stijgt Bitcoin nu zo? Waarom stijgt goud nu zo? Omdat beleggers het slimme geld doorhebben dat de overheid niet anders kan dan checks blijven sturen. Je zegt net iets heel belangrijks. Je blaast je geldsysteem op het moment dat je checks blijft sturen. Ja. Ik vind dat een belangrijk om nog even naar terug te grijpen. Waarom blaas je je geldsysteem op als je checks blijft sturen? Want we hebben dus gezien dat er 21% van de totale geldhoeveelheid dit jaar is bijgeprint. Maar omdat die checks moest worden verstuurd. Maar dus... we zien nog geen hyperinflatie. Nee, maar... Kijk, hyperinflatie, dat is het meest misbruikte woord van 2020. Ja. En daar heb ik zelf een belangrijk aandeel in gehad. En daar moet bijna voor gestraft worden. Maar ik zeg er ook altijd bij, we zitten hooguit in de allereerste fase van de weg die leidt tot hyperinflatie. Mm-hmm. Maar dat onthouden mensen niet. Dat is veel te lange zin. Dus die onthouden hyperinflatie. Willem zegt dat hyperinflatie is. Nee, Willem zegt, we zetten de allereerste stappen van de marathon op weg naar hyperinflatie. Ja. Nou, het zijn niet meer de allereerste stappen. We zijn inmiddels bij kilometer 5. Maar we zitten nog niet bij kilometer 42. Want hyperinflatie is best een heel moeilijk punt om te bereiken. Ja. Maar ik heb in de Big Reset een bijlage van alle ongedekte valuta die ooit zijn geëindigd in hyperinflatie. Nou, dat is een lijst van meer dan 50... fiat currencies die allemaal zijn geëindigd in hyperinflatie omdat de overheden in die landen doorgingen met checks tekenen die eigenlijk ongedekt waren. Mm-hmm. Dus als het volk schreeuwt om wij moeten checks hebben, in Amerika gaat het dan nog met checks, wij krijgen binnenkort op onze wallets bijgeschreven, ja. Maar als de overheid dus allerlei mensen moet gaan helpen met geld wat ze eigenlijk niet hebben, dan zijn ze bezig hun geldsysteem op te blazen. Dus ze zijn al langzaam aan begonnen. Dit kan nog even voortduren. Het kan nog jaren voortduren. Niet oneindig. Ik heb in een interview laatst gezegd, misschien dat hyperinflatie pas een keer in 2027 voor de deur staat. Ja. Maar dan nog, centrale bankiers weten dit ook, want die hebben hun geschiedenislessen wel geleerd. Mm-hmm. Centrale bankiers, ik heb veel op ze tegen, maar het zijn erg goed belezen en erg intelligente mensen. Dus die weten op een gegeven moment ook, als we nu niet ingrijpen, als we nu niet een monetair reset uitvoeren, dan ontstaat er hyperinflatie. Ja. Dus een reset is ook nodig om bijvoorbeeld iets als hyperinflatie te voorkomen. Mm-hmm. En dat kan je bijvoorbeeld doen door goud terug te brengen in het systeem. Ja. En als we kijken naar, jij zei net, we zien daarom een grote vraag nu naar goud en zilver, maar ook naar Bitcoin. En naar huizen. 4 van de 10 huizen. In Nederland, in Amsterdam, mm-hmm. ben ik even vergeten, maar 4 op de 10 huizen worden nu door beleggers gekocht. Ja. Dus niet omdat ze een woning zoeken om te wonen, nee. Omdat het spaargeld niets meer oplevert. Ja. Ze weten dat de waarde van hun spaargeld wordt uitgehold. Dus je gaat nu vluchten. Als je vermogend bent, ik heb op kantoor alleen maar mensen die langskomen. We hebben 900 privé-investeerders, participanten. En ze komen allemaal met hetzelfde verhaal. Willem, het heeft geen zin meer om hun geld op de bank te laten staan. Nederlanders zijn spaarders. Waar heel veel mensen met miljoenen, tonnen, tienduizenden cash op de bank.
En ze zijn massaal bezig dat geld van de bank te halen en op zoek naar alternatieve beleggingen. En daar profiteert alles van mee. Ja, want we zien dat op verschillende markten. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de rente heel erg laag is. Maar ook dat mensen onzeker worden over wat er nu gebeurt. Als het IMF roept tot een reset, dan schrik je eigenlijk rot. Ja, wat jij had met die bankier waar je mee uit eten ging in het Amstel Hotel. Dit gaat vroeg of laat mis. Ja. Dat en zij het probleem, en het probleem is, en ik beschrijf dat in mijn boeken, dat autoriteiten kunnen het niet hebben over plan B zolang we in plan A zitten. Want als ze het over plan B gaan hebben, dan vertrouw je plan A niet meer. Mm-hmm. Dus ik was erg verbijsterd en gechoqueerd dat het IMF zegt dat er een nieuw Bretton Woods moment is gekomen. Ja. Ik was verbijsterd dat World Economic Forum met de Great Reset komt. Want normaal gesproken gaat dit in achterkamertjes. Ja, dus dat vertelt je. En dat is het interessante. Als autoriteiten gaan hinten op een reset, dan weet je dat die dus heel dichtbij is. Ze zijn verder dan je denkt. Dus. En nou, Klaus Schwab heeft het dus bevestigd. Er is een small but closing window. Ja. En dat betekent dat ze het volk, het is zo dichtbij dat het volk moet worden voorbereid. Dit zijn zulke grote veranderingen. Als je die niet van tevoren een beetje laat uitlekken. Je ziet dat heel veel in de politiek. Hè? Als dingen echt heel moeilijk zijn, dan laat je het een beetje uitlekken. Want dan kunnen mensen een beetje aan het idee wennen. En dit hoort dus bij een strategie. Als je kijkt, wie heeft er nu gesproken over de need for a reset? Weet je, dan kom je bij het Britse Koningshuis, World Economic Forum, IMF. De cover van Time Magazine, dat is heel interessant. Want dit patroon van bedrog leg ik uit hoe Time Magazine eigenlijk altijd het clubblad is geweest van de elite. Als je kijkt wie de eigenaar is, de hoofdredacteur, hoe Time Magazine altijd is gebruikt om bepaalde belangrijke verhalen neer te zetten. Nou, lees dat boek, dan lees je er alles over. Dus het is niet toevallig dat het een cover is van Time Magazine. Mm-hmm. So, het is een statement. Ja, het is een statement. En wat vertelt het jou concreet? Want we hebben dus al die partijen gezien. Er ligt nog steeds een probleem aan de oppervlak wat nooit is opgelost. Waarvan we nu zien en waarvan men concludeert dat probleem fundamenteel funest kan zijn voor ons monetair systeem. Zij roepen nu op tot een reset met allemaal wollig taalgebruik. Maar wat zegt dit concreet, behalve dan dat het een close window en dichtbij is? Nou, er zijn twee dingen waar je nu heel erg naar moet gaan kijken. Er zijn schuldsaneringen nodig. Daar is de IMF ook eerlijk over. Alleen het wordt gespind. We hebben nu een schuldsanering nodig voor de arme landen. De rijke landen. Waarom is er een schuldsanering nodig? Nou, we hebben dus zoveel schulden gestapeld. Dat het systeem zo instabiel is geworden. Dat je dat alleen maar op kan lossen. Door een deel van die schulden weg te strepen. Ja. We kennen dat al uit de Bijbelse tijd. Hè? A debt jubilee. Ja. Het is een oud gegeven. Dat je kan op een gegeven moment beter die schulden voor een deel wegstrepen. En weer opnieuw gaan beginnen. Mm-hmm. En geldt die schuldsanering alleen voor arme of ook voor rijke landen? Ja, dat is interessant. Want als je naar het IMF luistert en naar anderen, dan zie je dat het wordt gespind nu dat de rijke landen moeten de arme landen gaan helpen om hun schuld te saneren. Dus dan klinkt het weer als iets heel liefs. Ja. Wij zijn rijk, we hebben geen probleem. Nee. Maar Italië, toch een redelijk rijk westers land zou je zeggen, heeft inmiddels opgeroepen dat de schulden van Italië eigenlijk ook gesaneerd moeten worden. Dus je merkt nu, het IMF is daar nog niet helemaal eerlijk over, maar je kan nu wachten, en dat zal niet over volgende maand of over twee maanden gebeuren, maar je kan wachten dat er stemmen opgaan, dat er, ECB heeft eigenlijk al gezegd, er moet een new bad bank worden opgericht om bijvoorbeeld allemaal schulden in kwijt te kunnen. Dus de geluiden voor schuldsaneringen, die zullen steeds sterker worden. Maar er is nog een tweede probleem wat we op moeten lossen, en dat is die nieuwe wereldreservemunt. Ja. Wat wordt nou de opvolger van de dollar? We kwamen al tot de conclusie, het kan de euro niet worden, kan de renminbi niet worden. Nou, wat blijft er dan over? Ik heb in mijn boek gezegd, het wordt de SDR. Ja. Het valutamandje van de IMF. Beetje technisch, ik zal het heel kort vertellen. Eind jaren 60 dreigde er al een schuldenprobleem in Amerika. Amerika, de dollar was goud gedekt. Dat was volgens economen niet langer meer vol te houden. En daar werd er gestudeerd op een plan B. Voor als het vertrouwen weg zou vallen rond de dollar, als de dollar niet meer goud gedekt was. Dus in 1971, president Nixon moest inderdaad de gouddekking van de dollar loskoppelen.
omdat steeds meer landen dat goud bij Amerika opvroegen in ruil voor de dollar. Toen was men bang dat de dollar in zou storten. En toen hebben ze in het geheim een beetje in de jaren 60 de SDR ontwikkeld. Mm-hmm. De Special Drawing Right, eigenlijk het IMF geld. Want als er dan een dollarcrisis zou komen, zou die SDR naar voren kunnen worden geschoven. Nou, ja. Uiteindelijk, die dollarcrisis kwam er wel, maar die kon worden gedempt. De dollar werd zelfs op een gegeven moment steeds weer sterker. Hè, de laatste 20 jaar gemerkt. En die SDR is dus erg in de kast gebleven, maar die is altijd blijven bestaan om weer in te zetten als een soort wereldvaluta. Ja. Niet gekoppeld aan één land. En het was mijn conclusie in de Big Reset dat we de SDR op een gegeven moment naar voren gaan schuiven als de nieuwe wereldmunt. Want China wil dat namelijk ook. Want dan zijn ze eigenlijk af van de dollar. Die wereldmunt, de nieuwe wereldmunt, die SDR, bestaat wel voor een groot deel uit dollars. Mm-hmm. 54% geloof ik. Andere deel is euro's, Britse ponden, yeah. Japanse yen en de Chinese munt is ook toegevoegd aan dat valutamandje. Dus die SDR was daar heel goed voor te gebruiken. Maar Amerika was tegen. En daarom zijn ze op zoek gegaan naar een list. Wat kan nu de nieuwe wereldmunt worden als we niet de SDR kunnen gebruiken, als we niet de euro kunnen gebruiken en niet de renminbi kunnen gebruiken? En dit kwartje is pas ook heel kort geleden bij mij gevallen. Je herinnert je misschien nog de speech van Mark Carney bij Jackson Hole vorig jaar? Ja. En wat zei hij? Hij zei dat er een digitale munt gecreëerd zou moeten worden. Inderdaad, heel goed onthouden. Hij heeft het over een synthetische world currency. Ja. En hij verwees naar de Libra. Ja. En zette daarmee iedereen op het verkeerde been. Want mensen gingen denken, wordt de Libra dan de wereldreservemunt? Dat kan toch niet, iets van Facebook. En de Bitcoiners dachten, ja, zie je wel, weet je, het kan gewoon iets heel anders worden. De Libra of Bitcoin. Maar nee, ik ben die speech gaan nalezen. Echt afgelopen week, omdat ik aan die column werkte voor het IMF. En met de kennis van nu, een jaar verder, snapte ik opeens. Hè, centrale bankiers praten heel wollig. Ja. En je moet tegen tussenregels door kunnen lezen. Wat hij zegt, met de kennis van nu, ik interpreteer zijn tekst als volgt. We gaan nu alle grote blokken in de wereld versneld een digitale central bank digital currency laten ontwikkelen. Chinezen zijn al klaar, ja, zijn al aan het testen. Ja. We weten van Christine Lagarde dat ze tegen de werkgroep bij de ECB heeft gezegd, dat heb ik uit mijn OMVIF conference call gehaald, make sure you're ready soon. Dus we weten dat, we zien dat ook aan haar uitlatingen, ECB wil heel snel de central bank digital currency gaan uitrollen, gaan testen. Mm-hmm. Dat is dus een digitale euro. Ja. Ja, dus nog steeds geen reset, is gewoon een digitale fiat versie van de euro. Dus de Chinezen hebben dan een digitale variant klaar. Europa heeft de digitale variant klaar. En weet dat Amerika werkt aan een digital dollar. Hè? Ja. Dus de Digital Dollar Act. Dus dat is ook bekend. Dus binnen nu en zeg maar 12 maanden zullen close we zien. Window, yeah. Ja, dat is het close. De narrow en closing window. Yeah. Gaan we al die central bank digital currencies in al die blokken testen uitrollen. Mm-hmm. En dan gaan we terug naar de speech van Mark Carney. Want die zegt in zijn speech dat we een world, een synthetic world digital currency kunnen gaan samenstellen. Die bestaat uit al die verschillende central bank digital currencies. Ah, dus niet de SDR, maar alle central bank digital currencies tezamen. Kijk, daarom ben ik altijd zo blij met jou, Madelon. Want jij snapt dit soort dingen. Dus wat er dan ontstaat. Wow. Wat er dan ontstaat is eigenlijk een virtuele SDR. Die noemen we niet SDR. Maar dat die heeft toch een andere weging. Ja. Die heeft, maar het is de SDR. Het is een SDR. Ja. En daarom appte ik jou gisteren zo enthousiast. Ik zeg, ik heb een nieuwtje voor je. Want echt, ik durf hier een aardige weddenschap op af te sluiten dat dit het plan is. Ja. Want lees de speech terug van Mark Carney. Hij heeft het over een synthetic, hegemonic, een world digital currency, ja. Die bestaat uit, hij noemt het echt als voorbeeld, hè? Die kan bestaan uit verschillende digital currencies. Mm-hmm. Dus als we die allemaal bij elkaar brengen en we gaan die synthetic world digital currency, die gaan we bijvoorbeeld de Bancor noemen, hebben we een nieuwe wereldmunt gecreëerd. Ja. Geniaal, wow. Toch? Sorry, ik ben even een beetje flabbergasted. En ja, hoe zit het dan met geld? Nou, dat is heel interessant, want dat beschrijf ik ook in de Big Reset. Ja. De Chinezen hebben wel eens gezegd, want ik heb die rapporten gelezen,
heel leuk die SDR. Heel leuk dat wij als vijfde munt eraan zijn toegevoegd. Maar laten we nou eens een studie doen wat er gebeurt met SDR door ook goud als een zesde currency toe te voegen. Mm-hmm. Amerika wil die studie niet doen. Maar in Londen is die studie op een gegeven moment gedaan van wat gebeurt er nou als je goud toevoegt. Dan krijg je in feite een goudgedekte munt. Nou, Amerika is nog steeds anti-goud, wil dat niet. Mm-hmm. Maar wat ze nu kunnen doen is werken aan die New Digital World Currency. Yeah. Laten we de bankcoin noemen. Die is niet gedekt. We gaan kijken wat er gebeurt met het vertrouwen van de mensen in geld. Misschien kunnen we door dit te doen. En we geven ze allemaal een wallet. We geven ze allemaal gratis geld. Gratis, op die wallet. Gratis, we geven ze een universal basic income. Ja. Daar hebben we nog niet over gehad. Maar daar is de tijd nu ook rijp voor. Ja, dus even concreet makend. Dat houdt in dat mensen thuis zitten. Misschien niet hoeven te werken. Denk aan bijvoorbeeld het horecapersoneel. Maar toch 1000 euro op hun digitale wallet krijgen. Juist. Iedereen krijgt 1000 euro. Of de waarde daarvan in jouw huidige munt qua koopkracht wat je nodig hebt in het land waar je zit. Hè? Als jij in Afrika woont, in arm land, heb je misschien al 50 of 100 euro genoeg. Ja. En ik heb dat wel eens uit zitten rekenen. Als je ziet hoeveel geld er nu is gecreëerd in een jaar of in 2 jaar. Mm-hmm. Als je dat deelt per hoofd van de bevolking, gewoon over 7 miljard mensen, kan iedereen een leuk bedrag meegeven. Mm-hmm. Dus technisch kan dat. Ja. Alleen we gaan door met het systeem op te blazen. Ja. Nou zijn er een aantal ideeën hoe je dan op een gegeven moment daarmee verder om kan gaan. Want fundamenteel gezien is het fantastisch dat ze hier meekomen. Dat is tof dat dit hier uit voort gevloeid is. En wij denken allemaal, dit is de reset. Maar concreet, is dit dan een oplossing voor het probleem? Nee, het is kicking the can down the road. Precies. Alleen we gaan het brengen alsof het een geweldige oplossing is. Want we gaan bijvoorbeeld tegen alle rijke mensen zeggen, jullie gaan hen meehelpen dit te financieren. Dus 10%. Alle rijke mensen moeten 20% van de vermogen inleveren. Ja. Niet morgen. Nee, de komende 20 jaar moet je 1% extra belasting betalen. Ja. Ja, dan heb je voor 20 jaar lang, dan kan je allemaal uitrekenen. En dat geeft er dan weer vertrouwen in. Dat mensen denken, oh, dit is een eerlijk systeem, is eerlijk verdeeld. Mm-hmm. En dan hopen ze dat we verder gaan. Stel je nou voor dat er voldoende mensen slim zijn, zoals onze kijkers en luisteraars. En die denken, ja, dit is gewoon een extra stap op het fiat geldsysteem. Daar geloof ik niet in. Ik ga bitcoin kopen, ik ga goud kopen. En er zijn te veel mensen die dat doen. Dan moeten ze iets nieuws gaan doen. En wat ze dan gaan doen, verwacht ik. Dan gaan ze zeggen, weet je wat, we gaan dan die bankor, die gaan we koppelen aan goud. Die wordt goud gelinkt. We vragen alle landen die hebben meegewerkt om die central bank digital synthetic world currency te maken. Die gaan we vragen al het goud wat ze in de kluis hebben liggen onder te brengen bij het IMF. Dus ook wat er bij de Nederlandse bank ligt. Waarvan allemaal. Ze zeiden, als we opnieuw moeten beginnen, is dat de basis. Juist. Brengen we allemaal samen met het IMF. En die wordt 1-op-1 gelinkt met die digitale bankor. Of niet 1-op-1, misschien 1-op-0,6 of 1,0,5. Maar je kan daarmee het vertrouwen terugbrengen dat een intrinsiek gedekte munt is. Ja, maar dat betekent. En die houden ze achter de hand als een joker. Gaan we nu nog niet doen. Dat betekent dus wel dat we dan jaren, misschien wel tientallen jaren verder zijn. Juist, maar dat is ook altijd mijn stelling geweest. Dat wat ze nu gaan doen in de Big Reset is niet iets binairs. Mm-hmm. Dat is niet dat we van een ongedekte valuta terug gaan naar een goudstandaard. Nee, we gaan een aanpassing doen in dat systeem, zodat we weer 20, 30, 40 jaar verder kunnen. Ja, want eigenlijk was dit, de vorm van helicopter money, waar we het vaak genoeg over gehad hebben. Juist. Was dit de laatste, last resort, om het systeem nog op te rekken voordat het klapt. Ja, en de helicopter money has arrived. Ja. Want als jij iedereen checks stuurt, dan is dat een vorm van geld uit de helikopter gooien. Dat is eigenlijk altijd de beeldspraak geweest van God. Wat kunnen ze doen om op een gegeven moment het systeem economisch aan te blijven jagen? Nou, daar is nooit ga je geld. Hè? En het is ook door centrale bankiers vaak gebruikt als voorbeeld. Als je deflatie nou echt wil bestrijden, als je nou voor wil zorgen dat inflatie ontstaat, desnoods gooi je geld uit helikopters en dan kan je die inflatie aanjagen. Ja. En daar hebben we het ook nog niet over gehad, want alles komt nu samen eigenlijk. Want heel veel mensen hebben de vraag, ja, centrale bankiers zeggen dat ze nu de inflatie aan willen jagen. Maar er is zoveel deflatie, hoe ga je dat bereiken? Lukken? Nou, als je iedereen een wallet gaat geven en een universal basic income,
Maar dan is het dus wel de bedoeling dat mensen daadwerkelijk dat geld gaan spenderen. Dus dat het in de reële economie terechtkomt en niet dat ze spontaan huizen gaan kopen of goud of bitcoin. En daarom hebben we central bank digital currencies nodig. En daarom hebben we wallets nodig die wij allemaal direct bij de centrale bank hebben. Ja. Want dan kan je namelijk, je kan aan dat geld wat je op die wallet schrijft meegeven als code. Ja. Je mag het alleen gebruiken voor eten. Ja. Je mag het alleen gebruiken voor vakantie. Als jij daar goud van wil kopen of bitcoin van wil kopen, dan gaat dat niet. En daarom zijn centrale bankiers nu zo blij met de digitale geldrevolutie. En die digitale geldrevolutie is aangejaagd door bitcoin. Ze gaan bitcoin nooit gebruiken, omdat ze daar de controle niet over hebben. Mm-hmm. Maar ze gaan de lessen die ze hebben geleerd uit de bitcoin revolutie en hoe mensen daarmee omgaan, die gaan ze gebruiken om iedereen zijn wallet te geven. Denk je dat mensen dit begrijpen? Dat dit is wat er achterweg gaat komen? Dat je geld hebt wat je beperkt mag uitgeven? Centrale bankiers willen nooit dat jij begrijpt wat er onder de motorkap zit. Zoals een worstenmaker niet wil dat jij weet wat er in die worst of die frikandel zit. Mm-hmm. Centrale bankiers gaan jou met politie een mooi verhaal vertellen wat jij eraan hebt. Ja. Als de minister van Financiën nou morgen, als de minister van Financiën nou morgen bekend maakt, meneer Hoekstra, het mag allemaal gratis een wallet downloaden. In de Apple Shop of hoe heet die andere club. En daar staat €100 op. Ja. Hoeveel mensen gaan dat dan doen? Ja, iedereen waarschijnlijk. Juist. Nou, dan is dat ding dus al bijvoorbeeld een succes. En het wordt dus gebracht als een groot cadeau. En er wordt niet verteld wat de problemen ervan zijn. En er wordt niet verteld. Ja, er wordt gezegd, u mag daarmee in elke supermarkt van Europa mag u daarvan kopen. Er wordt niet gezegd, maar u mag er geen bitcoin van kopen. Maar dat is natuurlijk wel de consequentie. Maar is die Great Reset dan wel de Big Reset zoals dat jij hem in gedachten had? Want eigenlijk is dit weer een manier om het systeem op te trekken als ik hem zo interpreteer. Ja, ik heb altijd geschreven in de Big Reset van we hebben grote aanpassingen nodig op het gebied van schulden. Ja. Op het gebied van de World Reserve Currency. Wat de uitkomst is en hoe het gedaan gaat worden, weet ik niet. Wat de timing is, weet ik ook niet. Het zal alleen rond 2020 nodig zijn. Ja. En we moeten twee problemen oplossen. Dat is die schuld saneren en we moeten een World Reserve Currency creëren, maken of verzinnen. Mm-hmm. Nou, ik ben heel blij dat ik nu zie dat er op die hoofdpunten stappen worden gezet. Het is natuurlijk in de uitwerking altijd heel anders dan je had kunnen bedenken. Zeker 7 jaar geleden. En ik heb dat ook altijd in het midden gelaten. Ik heb alleen gezegd, de SDR zou een goed voorbeeld zijn. Nou, met wat we nu beschrijven en die Mark Carney oplossing, dat is in feite een digitale SDR. Mm-hmm. Dus als dat het is, ben ik heel erg tevreden als het gaat om de voorspelling die ik heb uitgesproken. Maar een reset, terugkomend antwoord op je vraag, een reset is ook niet een binair moment. Ik heb dat vanuit een soort marketingreden wel altijd gebracht dat op een zondagmiddag in 2020 alles opeens anders is. Maar als je het boek goed leest, en niet alleen de achtercover, dan beschrijf ik ook dat een reset, dat kan bestaan uit heel veel verschillende stapjes. Ja. En dat als je 10 jaar later terugkijkt, dan zeg je, nou, tussen 2020 en 2030, toen veranderde er zoveel, toen is het hele systeem gereset. Maar terwijl je erin zit, is het een beetje als de kikker in een hete in een pan met warm water die steeds warmer wordt. Die springt er niet uit, want je merkt het eigenlijk niet. Door. Ja, terwijl je erin achteraf zit. Ja, dan is het al te laat. Ja. Maar kijkend naar het systeem als geheel, concreet gezien. Jij komt dus tot de conclusie dat er wel degelijk een mandje komt, maar dan van digitale valuta. Gaan we dat tegelijkertijd geïntroduceerd zien worden? Gaat dat stapsgewijs wereldwijd? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, wat nu duidelijk is, is dat in voorbereiding op de nieuwe synthetische World Reserve Currency, wat dus een digitale munt gaat zijn, gaan we nu dus versneld in al die blokken de Central Bank Digital Currency uitrollen. Die Central Bank Digital Currencies, die hebben eigenlijk allemaal gelijke karakteristieken. Yeah. Dus het is eigenlijk geld wat direct van de centrale bank komt. Wat direct, waarbij bedrijven en personen eigenlijk direct een link krijgen, een account krijgen bij de centrale bank. Mm-hmm. Als die test succesvol is, dan kan je erop wachten dat ze gaan voorstellen dat dat een mondiaal systeem gaat worden. Ja. En op het moment dat ze dat voorstellen, dan is de stap naar een World Reserve Currency
op basis van die gecombineerde central bank digital currency, mm-hmm. is een hele kleine. Wat is voor jou het verschil tussen een world currency en een world reserve currency? Een world reserve currency betekent eigenlijk dat het de centrale munt is die centrale banken als financiële reserve aanhouden. Mm-hmm. En ook dat het de centrale munt is waarin de grondstoffen worden geprijsd en verhandeld. Ja. Ik vrees dus dat uiteindelijk de stappen die we nu gaan zetten, die zijn op zich wel groot voor het systeem. Maar een bitcoiner zal zeggen, ja maar Willem, er verandert helemaal niks. Het is alleen digitaal. Ja, ja en het is vooral natuurlijk, het is marketing. Ja. Maar het is meer dan marketing. Het is fantastisch in de marketing, want je kan het brengen als een fantastische evolutie van het systeem. Mm-hmm. Je kan daarmee dus mensen heel makkelijk subsidiëren, maar ook belasten. Dus voor overheden is het een fantastische oplossing voor een aantal problemen. En als je het weer combineert met een pensioenherziening, als je het combineert met universal basic income, als je het combineert met het wegstrepen van alle hypotheekschulden, dan kan het iets heel groots worden. Mm-hmm. Waarbij de bitcoin op een gegeven moment 2030 moet zeggen, ja, is toen toch wel heel veel veranderd. Ja, maar ik ben toch blij dat ik mijn bitcoins heb gehouden, want die zijn nu heel veel meer waard geworden. Want de mensen die uiteindelijk hier niet intrappen in deze spin, in dit mooie nieuwe verhaal over de nieuwe geldrevolutie, die groep zal toch steeds groter worden. Want wat gaat dit betekenen voor kijkers, luisteraars die dit nu horen? Ja, dat is een hele goede vraag. Want die vragen krijg ik nu dus ook binnen. Hè? Ja. Maar wat betekent dit voor mijn lening? Wat betekent dit voor mijn hypotheekschuld? Nou, even terug naar de belangrijkste punten. Mm-hmm. Ik zeg altijd tegen mensen, maak je geen zorgen over je hypotheekschuld, zolang je een bron van inkomsten hebt waardoor je de rente kan betalen. Ja. Als je dat niet meer hebt en je bent bij de eerste 1 of 2% van de mensen die hun huis niet meer kan, hè, die de rente niet meer kan betalen, dan raak je je huis kwijt. Ja. Als 5 of 6% van de mensen hun rente niet meer kunnen betalen, dan wordt er een oplossing voor de groep gezocht. Mm-hmm. Dus hypotheekschuld is geen probleem zolang jij je cashflow maar op orde hebt. Private schulden blijven een probleem, al zie je steeds meer initiatieven dat er tegen grote groepen gezegd gaat worden, ja, heel vervelend dat je schulden hebt, daar moet je ook voor bloeden, maar je hoeft je huis niet uit en wij zorgen ervoor dat je energie blijft krijgen. Dus ja. Steeds grotere groepen gaan geholpen worden omdat de groep die een probleem is, 1 op de 3 Amsterdammers heeft financiële problemen. Dus de tijdelijke lastenverlichting, dat wordt een blijvende lastenverlichting. Dat vrees ik wel en dat heeft natuurlijk een moral hazard, dat steeds meer mensen gaan zeggen, weet je wat, ik ga ook lekker alles op de pof doen. Ja. En die cultuur ontstaat al, want je scooter ga je huren, precies. Je koopt het niet meer. Je auto doe je op lease, een hypotheek doe je het liefst maximaal, dus dat was al wel, werd ook wel een beetje gestimuleerd. En dat komt in de hogere versnelling, want vergeet niet, het World Economic Forum heeft gezegd, als onderdeel van deze resetplannen, in 2030 you'll own nothing and you'll be happy. Heel veelzeggend. Dus stel je nou voor dat we alles moeten gaan nationaliseren. Alle schulden moeten wegstrepen. Huizen, autoleningen. You'll own nothing. Maar je mag in die auto blijven rijden. Mm-hmm. Je mag in dat huis blijven wonen. En je betaalt huur, belasting. Is het raar dat systeem... dat mij beangstigde? Nee, dat is helemaal niet raar. Ik vind het ook heel eng. Maar ik vrees dat we op een punt zijn gekomen. En dat is dus ook, als je het hebt over een great reset. En je kijkt over 20 jaar terug. En je zegt, goh, wat raar. Toen hadden mensen, kochten een auto. Volvo is gekocht door de Chinezen. Mm-hmm. Heel mooi voorbeeld. Ik heb al jaren tegen BMW gezegd. Ik wil gewoon jullie elke maand een bedrag geven. En dan wil ik gewoon elke 2-3 jaar een nieuwe auto kunnen uitzoeken. Ja, ja. Zeg maar gewoon welk bedrag ik moet betalen. Ja. Dat ik niet zelf dingen hoef te kopen en dan moeten we inruilen naar 140.000 kilometer. Ja, gedoe. China, de Chinezen, die hebben Volvo gekocht. Ga naar de website van Volvo. Volvo heeft het nu gelanceerd. Je betaalt een maandelijks bedrag. Je kan kiezen tussen 750, 1200, 1500 en dan rij je altijd een nieuwe auto. Ja. Ja, maar dat vind ik wel anders. Ja, maar you'll own nothing. En we hebben, het is een systeem toch? Het voelde voor mij een beetje alsof ze van me af wilden pakken wat van mij was. Maar kijk, vroeger kocht jij een auto, een nieuwe BMW, je was heel trots. En die hield je 10 jaar, zeg maar onze ouders. Helemaal af.
En dat was jouw auto. Ja. Als je een leaseauto hebt, voelt dat al helemaal niet meer zo. Nee. En als je zo'n abonnement hebt bij Volvo, dan, joh, je hebt gewoon een continue huurauto als het ware. Ja. Dus dat bezit, je bezit die auto eigenlijk niet meer. Je mag die auto gebruiken. Mm-hmm. Dat geldt natuurlijk ook voor een appartement. In Amsterdam 70% huurt. Je bezit dat eigenlijk. Maar dat doen ze met een reden. Want die mensen kunnen geen hypotheek krijgen in hun eentje. Omdat de prijzen te hoog zijn. En omdat de schuldcreatie nu zulke grote vorm aan heeft genomen. En oncontroleerbare vorm aan heeft genomen. Moet dus het systeem de schulden over gaan nemen. Hè? Daarvoor hebben we bad banks nodig. Mm-hmm. Die schulden moeten dus op een creatieve manier worden afgestreept. Hè, weggestreept. Dat gaat natuurlijk altijd ten koste van bezit aan de andere kant van de balans. Hè? De pensioenen raak je daarmee kwijt. Maar er moeten nu de stappen worden gezet in dit systeem. Waardoor bepaalde zaken volledig op zijn kop gaan. Dat betekent niet dat allemaal huilend over straat gaat. Dat betekent niet dat we bedelend bij de Albert Heijn moeten gaan zitten. Maar het betekent wel dat je bijvoorbeeld inderdaad dat huis niet meer bezit. Ja. Niet meer dat pensioen hebt van het ABP, maar je krijgt gewoon een overheidsuitkering. Vind jij dat dan iets goeds? Ik heb hier ooit een keer een docu over gezien. Ik denk dat dat in 2013 was en dat heette, was een tegenlicht docu, dat heette Het Einde van Bezit. En die meneer had het over koelkasten met een digitaal paspoort, waarin je precies wist welke spullen erin zaten. En die werden weer uit elkaar gehaald in de fabriek, die kon je huren. En daarna werd er weer een nieuwe koelkast van gemaakt, nog revolutionairder. Is dat waar dan de wereld naartoe gaat? Ja, ik ben iemand, ik heb ook graag dingen. We bezitten als mens graag dingen. Maar het voorbeeld wat ik al gaf, ik heb heel graag een deal met een autofabrikant, dat ik elke maand een bedrag geef. En ik ben niet zo gehecht aan die auto. Jij komt nu ook weer met een andere. Nou, fantastische auto. Het is wel leuk om elke paar maanden of elke paar jaar een andere te hebben. Dus ik denk dat we ook een hele hoop. Kijk, als je niks hebt, dan ben je heel blij met je eerste fiets. Of je eerste step. Of je eerste auto. Maar als je uit een systeem komt waar alles er was, grote overvloed, wat in feite onze westerse samenleving is. Mm-hmm. Ben jij gehecht aan jouw tv thuis, dat scherm? Nee. Zet er morgen een nieuw scherm neer. Ja. Voel je niet. Dus ik denk dat het ook, maar ik denk ook een evolutie dat is. Dat is omdat we voor onszelf genoeg een basis hebben. Financieel gezien of in vermogen gezien. Dat je je daar geen zorgen om hoeft te maken. Als die tv stuk gaat, nou so be it, nieuwe tv. Maar dat is een positie die je voor jezelf gecreëerd hebt. Omdat je wel een bepaald soort vermogen hebt. Maar we kunnen toch zeggen. He, niet iedereen is even rijk in het Westen, nog steeds heel veel arme mensen. Mm-hmm. Maar grosso modo, in onze samenleving, staat er een tv in je huis. Ja. En waar ik me meer zorgen over maak, wat de gevolgen zijn van ons soort denken, wat een Westers kapitalistisch denken is, wij evolueren onze rijke westerse samenleving naar een volgende fase. Ja. Maar landen in Sub-Sahel-Afrika, hoe gaan die meedoen met Universal Basic Income? Hoe gaan die mee met het lenen van een auto of het huren van een auto? En wat interessant is dat China nu dus bezig is, versneld afgelopen 10, 20 jaar, grote delen van Afrika, Latijns-Amerika eigenlijk min of meer economisch bijna te annexeren. Ja. Een beleid wat vroeger het Amerika met het IMF had. En dat China. Kijk, China wil maar één ding. China wil. De Communistische Partij is maar bang voor één ding. Is dat er onrust uitbreekt onder de bevolking. Mm-hmm. En waardoor zou de onrust uitbreken onder de bevolking? Dat is alleen als het economisch niet goed gaat. Als mensen niet kunnen werken in die fabriek, als mensen niet een baan kunnen hebben. Ja. Dus China heeft nu zoveel overcapaciteit in productie. Nu de vraag voor een deel wegvalt vanuit het Westen. Wil China alles aan doen om die productie aan de gang te houden? Volvo is een heel mooi voorbeeld. Mm-hmm. Dus die auto's gaan we blijven produceren. Of er nou behoefte is aan of niet. We gaan wel manieren verzinnen om die auto's de markt in te zetten. Ja. Neem dat leensysteem, dat huursysteem. En dat gaan we straks ook in Afrika doen. En dat gaan we ook in China. Zo. Ja. China heeft nu al aangeboden om een hoge snelheidslijn te bouwen en te financieren tussen Oslo en Kopenhagen. Mm-hmm. China is over de hele wereld bezig dus plannen uit te rollen en te financieren. Toch mee te komen, ja. Om hun mensen aan het werk te houden. Ja. Wow. Maar nog even mijn beeld voor me, want we gaan dus nu eigenlijk naar een soort
zachte reset toe. Zo zou ik hem in de eerste instantie willen noemen, zonder concrete backing of koppeling met goud. Als we dan kijken naar goud en misschien ook wel naar Bitcoin, acht jij dat dan nog steeds een interessante investering, ondanks dat die koppeling er niet gelijk aan vast zit? Ja, juist. Juist. Omdat, kijk, de goudfans en de Bitcoin-fans, die slaan altijd door. En die verwachten altijd dat volgend jaar zal worden aangekondigd dat we weer goudstandaard hebben. Of dat we weer een Bitcoin-standaard. Of weer dat we een Bitcoin-standaard gaan krijgen. En zijn dan teleurgesteld als dat niet gebeurt. Mm-hmm. Maar alternatieve beleggingen zoals goud, zilver en Bitcoin, die hebben eigenlijk de mooiste propositie als belegging. Ja. Als heel weinig mensen geloven dat de waarde groter zal worden, maar in de loop van de tijd er steeds 1-2% van de mensen bij komt die gaat herkennen dat goud, zilver en Bitcoin een interessante vluchthaven zijn, omdat er in plan A steeds raardere dingen gebeuren. Ja. Dus ik wil helemaal niet als belegger dat morgen wordt gezegd goud en zilver zijn gerevalueerd tot $5,500. Want dan heb ik in één keer ontstaat er misschien een hoop waarde, maar daarna is het ook weg. Ja. Dus het mooiste is als je, ik heb wel eens gezegd tegen beleggers, voor ons als fund managers in commodities is er niets mooier dan dat je de komende 20 jaar steeds wat meer inflatie krijgt, steeds wat meer inflatiezorgen krijgt, mm-hmm. de prijzen daarmee steeds wat meer gaan oplopen, zonder dat we ooit in hyperinflatie terechtkomen, ja. maar dat die zorgen steeds groter worden. Ja, want ik denk dat dat het fundamentele ding is wat je mist als je kijkt naar de nieuwe munt, de nieuwe wereldmunt, hoe je het maar wilt noemen, is de schaarste. Ja, want er is, we hebben net besproken dat in alles is overvloed, ja. in feite. En dat komt omdat we zoveel schulden uit het niets hebben kunnen creëren. Daarmee hebben we dus zoveel, we hebben zoveel geld uit het niets kunnen creëren. Daarmee zijn er dus zoveel schulden uit het niets gecreëerd. Hè? Want die hebben één op één zijn in elkaar gekoppeld. Mm-hmm. En omdat er zoveel geld is gecreëerd, is er nu overal overschot. Ja. Behalve op een aantal punten. Een aantal dingen kunnen we niet uit het niets creëren. Huizen kunnen we niet uit het niets creëren. Dus er ontstaat nu een tekort aan huizen. Eigenlijk mondiaal, of aan mooie plekken, aan goede plekken. Mm-hmm. Er ontstaat een tekort aan goud, grondstoffen. Kunnen we niet bijmaken. Bitcoin door zijn fantastische mathematische ontwerp, maximaal begrensd op 21 bitcoin, ja, kunnen we niet bijkrijgen. Ja. 21 miljoen bitcoin kunnen we niet bijcreëren. Dus alle dingen die de overheid niet bij kan drukken en die voor mensen wel een vorm van intrinsieke waarde hebben, of het nou oude meesters zijn, oude auto's, mooie jaren 30 huizen, die zullen in geld uitgedrukt dus steeds meer gaan stijgen. Mm-hmm. En alles wat de reset gaat brengen, ik vrees dat de reset een vergroting van de schuldenbergen, van de geldgroei gaat geven. Ja. En niet wat we hoopten, ja. dat we een soort reset krijgen. Afbouw. En dat we weer teruggaan naar de jaren 50, want mm-hmm. dat kan niet. En dat is ook een evolutie in mijn gedachten geweest, dat misschien toen ik de Big Reset publiceerde in 2014, nog te veel dacht aan een binaire schuldsanering. Dus echt inderdaad alle schulden wegstrepen. Dat kan helemaal niet. We gaan die schulden in bad bank stoppen. We gaan er slimme dingen voor verzinnen. Hè? Lex Hoogduin heeft dat laatst ook mooi gezegd. Ja, schuldsanering, schuld wegstrepen, dat kan hoog op kleine schaal. Je kan niet alle schulden wegstrepen, dan is het geld ook weg. Mm-hmm. Ik kreeg via Instagram enorm veel vragen van kijkers. En een van de vragen die mij opviel was iemand die zei, ja, ik heb middeninkomen en ik heb eigenlijk bijna geen spaargeld. Wat kan ik nu het beste doen om het toch voor te bereiden op wat gaat komen? De middengroepen hebben het bijna altijd extreem moeilijk. Ja. Want de arme mensen worden geholpen met alles en nog wat. Ik heb wel zo'n lijstje gezien. Hè? Als je echt in de bijstand zit, als je ziet, er wordt zelfs een koelkast voor je gekocht. Ja. Niet dat ik dat slecht vind of zo. Ik gun die mensen alles. Mm-hmm. Maar als jij net er middenin hangt, dan zit je tegen een huur van €1,500 in de maand. Nou, dat is meer dan de helft van je salaris. Als je dan nog kinderen hebt. Precies. En dan kun je eigenlijk niet sparen. Nee, maar je zit klem. En ik heb voor die mensen altijd een hele slechte boodschap. Nou, wat ik ze altijd wel vertel, iedereen kan iets overhouden volgens mij. Hè? Al is het maar van de cadeautjes die je krijgt of geld. Nou ja, als er iets overblijft.
De nieuwe generatie heeft het gedaan door tegen lage prijzen wat bitcoin te kopen. En is daar veel vermogender mee geworden. Ik heb altijd tegen mensen gezegd, koop een ounce zilver. Een ounce zilver is $22. Ik ben ervan overtuigd dat die ounce zilver 10 keer zoveel waard wordt. Binnen een decennium. Mm-hmm. Iedereen kan een beetje wegleggen daarmee voor later. Maar het is heel moeilijk. Het is inderdaad heel moeilijk voor die mensen. Ja, ja, dat is extra lastig. Ja. En kijkend naar... ik zou het voorbeeld van Rahul Paul even erbij willen pakken. Hij had laatst een podcast opgenomen. En nu ben ik even kwijt met wie dat ook alweer was. Maar het was een prachtige podcast. En een van zijn quotes die bleef mij bij. En iemand die vroeg hem wat hij belangrijk vond ten aanzien van bitcoin. Of hij leefde voor zijn bitcoin of voor zijn goud of zilverpositie. Ja, ja. En hij zei, wat mijn doel was in het leven, was om een bedrijf op te zetten. Om een cashflow te creëren. En om met die cashflow in kansen te investeren. En uiteindelijk zou dat mijn leven creëren, dus mijn levensstijl creëren. In plaats van het geld wat iedere maand binnenkomt, waarvoor ik iedere maand dat rondje lang start moet doen, hè, met Monopoly, als je dat voorbeeld neemt. In plaats van dat uitgeven om mijn levensstijl te creëren, zorg ik dat ik investeer in kansen. En hij heeft onlangs zijn portefeuille, die voor een groot deel zich bevond in goud, ingeruild voor bitcoin. Hij ziet bitcoin dus als een nog grotere kans. Dat was mijn conclusie. Ja. Ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Nou, en mijn conclusie is dat Rahul Paul niet heel erg vermogend is. Mm-hmm. Aan hoe mensen met hun vermogen omgaan, kan je heel veel aflezen hoe vermogend ze zijn. Dus stel, iemand heeft 100 miljoen en daarvan heeft hij zeg maar 25 miljoen in bitcoin, 50 miljoen in vastgoed. Hij heeft nog 10 miljoen in goud. Zo iemand zal nooit zeggen, ik ga al mijn goud verkopen, ik ga alles in bitcoin stoppen. Want als je 100 miljoen hebt, dan hoef je dat niet te doen. Het zou een beetje waanzinnig zijn. Mm-hmm. Stel dat Rahul Paul een mooi huis heeft gekocht daar op het eiland waar hij zit. En daar is een deel van zijn geld in gegaan. Hij heeft natuurlijk bij Goldman Sachs een paar leuke jaar gehad. Ze best goed geld hebben verdiend. Maar hij heeft nog 2 miljoen aan liquide beleggingen. En 1 miljoen daarvan zat in goud en 1 miljoen zat in bitcoin. Ja, bij zo'n portefeuille kan ik me heel goed voorstellen. Die denkt, ja, ik wil er nog een keer 10 miljoen van maken. Precies. Bitcoin zal harder stijgen dan goud. Dus ik zet alles op bitcoin. En ja, ik denk dus dat Rahul Paul een verstandige beslissing maakt voor iemand die een paar miljoen heeft. Ja. Maar nogmaals, als hij tientallen miljoenen zou hebben, zou hij dit niet beslissen. Want dan is het een beetje een rare actie. Ja, want dan zet je in feite eigenlijk alles op zwart of alles op rood. Ja. En wat gebeurt er nou als er morgen een beslissing komt als onderdeel van de reset? Dat alle landen die mee gaan doen aan deze nieuwe World Digital Currency zich verplichten dat bitcoin bezittingen niet langer mogen worden omgewisseld in deze digital currency of de voorganger daarvan, ja, dan wordt bitcoin toch een min of meer een soort grijs of zwarte belegging die altijd blijft bestaan, maar daar zit een risico in. Ja. Zoals er ook besloten kan worden dat je goud of zilver morgen in moet leveren bij de centrale bank tegen bedrag X. Ja. En daar moet je nooit al je geld op één asset zetten. En daarom adviseer ik adviseer het al zo lang en ik doe het nog steeds, 25% in vastgoed, 25% in aandelen, 25% in fysiek goud of zilver, 25% in cash / bitcoin. Mm-hmm. En vroeger zei ik van die 25% in cash doen we een vijfde in bitcoin. Nou, daar ben ik nu wat agressiever in geworden. Bitcoin is zo interessant dat als iemand zegt, ik stop mijn hele 25% van mijn cash in bitcoin, dat kan ik ook voorstellen. Want wat er met bitcoin is gebeurd, is toch wel remarkable. Ja, maar daarnaast zeg jij dus nog steeds, kijk ook naar vastgoed, kijk ook naar goud en naar zilver. Ja, weet je waarom? En zorg voor een gespreide portefeuille. Weet je waarom? Ik kan redelijk goed voorspellen wat er met dit soort bewegingen gebeurt. Mm-hmm. Maar ik weet ook niet of banken op een gegeven moment dicht zullen gaan door paniek. Ik weet niet of beurzen op een gegeven moment dicht zullen gaan door paniek. Ik weet niet of overheid op een gegeven moment fysiek gaat confisceren. Is dat iets wat kan gebeuren, die drie dingen die je dat nu kan. Ja, dat, en daar hou ik mezelf elke dag voor. Want dat is in het verleden vaak gebeurd. Ja.
voor of na resets of tijdens crisissen. En als jij zeker wil weten, en ik heb het over mensen nu, zeg maar, dit heeft geen zin om te doen als je 10.000 bezit. Maar dit heeft zin om zeg maar te gebruiken vanaf een halve ton tot zeg maar een paar miljoen. Als je dan deze verdeling aanhoudt. Voor hele rijke of hele arme mensen gelden andere modelportefeuilles wat mij betreft. Maar als je zeker wil weten dat je het grootste deel van je vermogen overeind houdt als een bank sluit, een beurs sluit, er confiscatie is van edelmetaal of grote economische ellende of hyperinflatie of een deflationaire collapse, reken het maar door. Met deze portefeuille hou je altijd een groot deel van je vermogen intact. En daar gaat het volgens mij om. Ja. En de meeste mensen, vooral jongeren, en dat snap ik ook wel, dat hoort bij jong zijn. Kijk, als je jong bent en geen vermogen hebt, dus de enige manier vermogen te krijgen, is in feite alles op rood of zwart te zetten. Risico te nemen, ja. En dat moet je ook dan vooral doen. Maar kijk, mijn doelgroep, de mensen die in ons fonds zitten, de mensen die ik spreek, die hebben vermogen opgebouwd. Dat loopt uiteen zeg maar van 50.000 tot gemiddeld zeg maar 5 miljoen. En die willen toch vooral dat niet kwijtraken. Ja. En liefst er nog wat meer van maken, maar vooral het niet kwijtraken. Ja, want dat is in de basis waar het om gaat. Vermogensbehoud en het koopkrachtbehoud. En koopkrachtbehoud is in feite dus vermogensbehoud. Precies. Maar het gaat om koopkrachtbehoud. Ja. En we weten, dat heb je al vaak genoeg uitgelegd, fiat currencies zijn 95%, 98% van de koopkracht kwijtgeraakt in 100 jaar. Mm-hmm. Dus als je je vermogen, als je je koopkracht op peil wil houden, langjarig, dan moet je het wel investeren ergens in. Ja. Maar investeren is altijd risico. En dat moet je dus, die risico's moet je dus spreiden. Willem, we zijn ik denk al meer dan een uur onderweg. Ja. Hebben wij concreet nog iets gemist waarvan jij zegt, dit hadden we nog even aan moeten halen? Ja, nou één dingetje schoot me net binnen. Mm-hmm. Want hoe heet die meneer ook alweer die 600 miljoen in bitcoin heeft gestoken? Jack Dorsey? Nee, die andere van MicroStrategy. Ik ben zijn naam even kwijt. Ik zie zijn hoofd wel voor me. Hij keek een beetje boos op hoofd, CNBC. Ik zie zijn hoofd ook altijd voor me. Maar goed. De CEO van MicroStrategy. Die heeft een geweldige interview gegeven met Raoul Paul. Hè? Ja. Van mij duurde 2,5 uur. Klopt. Geweldig. Alleen hij maakt één fout volgens mij. Zijn analyses kloppen. Hele slimme man. Fantastisch verhaal. Maar hij blijft er maar op hameren. Hè? Dat hij eigenlijk. Het je geld wegzetten in cash, dat is gevaarlijk. Klopt, weten we. Maar hij zegt eigenlijk, het geld wegzetten in goud is ook gevaarlijk. Want er kan 2% per jaar goud bijkomen, geproduceerd. En dat betekent dat je dus aan goudkrachtontwaarding, misschien wel 2% per jaar. En doe dat over 30, 40 jaar, dan ben je, ben je in na een generatie je goudkracht. Goudkoopkracht bij. Nou, hij is wel een beetje kort door de bocht. Ja, dat wou ik eventjes zeggen. Want ik zit zelf in de mining business. Er wordt bijna geen nieuw goud meer gevonden. Door de hogere prijzen zijn er wat oude projecten die nu economisch rendabel worden om dat te gaan mijnen. Maar als je bijvoorbeeld naar zilver kijkt. Wij zijn al jaren op zoek naar een goede nieuwe zilverontdekking. Nou, aan zilver wordt er bijna helemaal niets meer gevonden. Dus dan wordt er gewezen naar asteroid mining of goud uit de zee halen. Ja, in theorie allemaal mogelijk. Maar gaat niet gebeuren de komende 30, 40 jaar. Mm-hmm. Dus te doen alsof er een berg goud aan gaat komen omdat de prijs nu gaat stijgen. Dat is echt een beetje een onzinnige voorstelling van zaken. Ja. Maar ik ben het helemaal met hem eens. Als je op zoek gaat naar wat zal het snelste paard zijn dat het hardst gaat lopen en wat je het meeste van winsten op gaat leveren, dan is de kans groot dat bij bitcoin zo zou zijn. Ja. Omdat bitcoin eigenlijk nog maar net begonnen is en pas nu ontdekt gaat worden door de wereld van het grote geld. Maar tevens daarmee ook het grootste risico. Dat is wel iets wat ook gezegd moet worden. De volatiliteit is natuurlijk enorm. En het paniek die toeslaat onder de retailbeleggers op het moment dat zo'n koers 30% omlaag gaat, is ook fors. En waar ik nog wel even benieuwd naar was, we hebben natuurlijk gezien dat die koers van goud een all-time high heeft gehad. En daarna langzaamaan weggezakt is. Nu heb ik daar natuurlijk mijn mening over. Ik blijf namelijk gewoon heel netjes goud bijkopen. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarnaar gekeken hebt. Heel simpel. En dat is iets waar de CEO van MicroStrategy ook eigenlijk naar had moeten verwijzen. Kijk,
Goud is een constante in deze wereld, al duizenden jaren. Dus de koopkracht van goud is een constante. Ik heb als voorbeeld gegeven in mijn boek, hè, de Aurelius, een Romeinse munt van 8 gram goud. Dat is bekend, 2000 jaar geleden kon je daar een jonge slaaf van kopen of een paar honderd liter goedkope wijn. Mm-hmm. Nou, de prijs van een jonge slaaf, die weten we op dit moment niet. Ja, dat bestaat niet meer, maar 8 gram goud is nog steeds een paar honderd liter goedkope wijn waard. Dat is een paar honderd euro, 300-400 euro, krijg je een paar honderd liter goedkope wijn voor. Dus goud is een constante. En wat je ziet, en dat weten we gewoon uit de geschiedenis, dat goud groeit altijd mee met de groei van de geldhoeveelheid. Dus als je de prijs van goud plot in de grafiek en de groei in de geldhoeveelheid, ja, zie je dat goud schoksgewijs altijd terugkeert. Ja. En omdat de groei van de geldhoeveelheid nu zo enorm is, 20% in één jaar, moet goud dus altijd die lijn bijhouden. Dus je hoeft niet af te vragen of de prijs van goud gaat stijgen. Je hoeft je alleen maar af te vragen of er een einde komt aan de geldcreatie. Zolang er geen einde komt aan de groei van de geldcreatie, komt er dus ook geen einde aan de stijging van de goudprijs. Mm-hmm. Alleen het gaat schoksgewijs en het kan soms 20 jaar lang duren voordat je weer een nieuwe schok krijgt. Ja. Maar voorlopig zitten we in de schok omhoog. We zitten in de revaluatie omhoog. Of door marktkrachten, zoals het afgelopen jaar hebben gezien. Of doordat centrale bankiers zullen besluiten om goud een keer heel veel hoger te prijzen, om in één keer eigenlijk dat gat te dichten, ja, en goud oninteressant te maken voor de retailbeleggers. Mm-hmm. Want wat is het precies wat jij doet voor klanten op het moment dat mensen denken, hey, ik vind het interessant. Is het dan de bedoeling dat ze zelf fysiek goud moeten gaan kopen of moeten ze dat online doen middels een ETF? Ja, mensen denken heel vaak dat mijn beleggingsfonds betekent dat wij fysiek goud kopen en in de kluis leggen. Nee, dat doen wij niet. Ik heb ooit een bedrijf opgezet, Amsterdam Gold, waar je fysiek goud kan kopen. Ik zeg altijd tegen mensen, dat moet je zelf doen. Mm-hmm. Je moet niet jaarlijks een fee aan mij gaan betalen omdat ik fysiek goud voor jou beheer. Mm-hmm. Dat moet iedereen lekker zelf doen, vind ik. Wat wij doen met ons beleggingsfonds is investeren in kleine bedrijven die nu veel goud, zilver, maar ook koper, nikkel of zink ontdekken. Mm-hmm. Omdat dat volgens mij als speculant de allerslimste manier is om te gaan profiteren van de stijgende waarde van grondstoffen in geld uitgedrukt. Ja. Dus je kan een ounce goud kopen en als goud 10% stijgt, is die ounce goud 10% meer waard geworden. Maar als je investeert in een bedrijf met een hoop ounces in de grond, dan zijn die ounces nu gewaardeerd op zeg maar $30-40, want die zitten nog in de grond. En als de goudprijs stijgt 10%, dan zie je vaak dat die ounce in de grond, die stijgt niet 10%, maar die wordt 30% minder waard of meer waard. En dat is eigenlijk het speculatieve en dat doen we met ons fonds. Investeren in kleine bedrijven die grote ontdekkingen doen. Dus erg gebruik maken early stage. Ja, gebruik maken van erg ondergewaardeerde situaties die nog steeds met name op grondstoffen te zien zijn. Mm-hmm. Want grondstoffen gerelateerd aan financial assets liggen nog steeds op een 100 year low. Dus er zijn niet zoveel dingen goedkoop in deze wereld, maar bij grondstoffen kan je nog steeds hele leuke dingen vinden. En het leuke is, wij zijn begonnen 12 jaar geleden, was op de top eigenlijk van de grondstoffenmarkt in 2008. Mm-hmm. Achteraf slecht moment om een grondstoffonds te beginnen. Ja. En we hebben toch 4 keer een jaar meegemaakt dat we dus 70% of meer stegen in een jaar. En dat is voor een speculant als ik ben, is dat heel leuk. Maar doe dat dus maar met een deel van je vermogen. Mm-hmm. Altijd weer die spreiding, dat hoort thuis in die 25% voor aandelen. Maar ik vind daar moeten ook andere aandelen in zitten. Hè? Technologie of biotech, wat je leuk vindt. Een stukje bitcoin. Ja, en dat hoort hierbij. Ik wist je gedeeld. Ja, zeker. Ja. Nee, hartstikke goed. Tof, Willem. Ik denk dat we inmiddels alles besproken hebben. We zijn ook bijna weer terug bij het prachtige pand. Ik wil je onwijs bedanken dat je voor de tweede keer te gast wilde zijn in deze Navigeert. Absoluut. En we gaan dit sowieso nog weer vaker doen wanneer er weer wat nieuws te vertellen is. Hoe kunnen mensen jou volgen als ze meer hierover willen weten? Ja, belangrijkste is op Twitter. Ik ben eigenlijk alleen nog maar actief op Twitter. Mm-hmm. W. Middelkoop. Genoeg volgers. Ik probeer niet te veel te tweeten. Ik doe het Engelstalig. En ik probeer steeds meer een scherp filter te zijn op dit soort ontwikkelingen. Steeds minder over politiek en andere zaken te twitteren. Op onze website commoditydiscoveryfund.com. Hartstikke goed. Gaan we doen, Willem. Nou, we zijn inmiddels aangekomen bij het kantoor van Willem. Ik wil je onwijs bedanken voor het kijken. En vond je dit nou een leuke video? Vergeet niet om je duim omhoog te doen. En te abonneren op dit kanaal natuurlijk. Willem, onwijs bedankt dat je hier te gast wilde zijn. Het was een feest. Volg Willem ook even op Twitter. En tot de volgende Madelon Navigeert. Dag!